Nee, Joost is wel legend, man. Ja, was dus niet, niet in mijn wereld. Maar weet het nou. Het is niet het land van, bro. Niet? Nee, niet. Okay. Nee. En toen daarna, dus, maar toen kwam er een soort van wrijving. En ik wou je gewoon zoeken. Ik wou je gewoon een paar tikken geven. Want ik denk van, je bent gewoon disrespectful, klopt, bro. Ik weet dat. Snap je? Ja, weet je. Dus, ik wist dat ook. Snap je? En eigenlijk ontstond er daardoor een bepaalde wrijving. En jij werd natuurlijk ook opgepompt. En natuurlijk ook, ja, je moest ook een soort van iets doen, iets laten zien of whatsoever. En toen had je weer een track gedropt of zo, weet je. En toen had ik een respons daarop gedaan. Maar wat was die trigger van die opname? Die trigger van die opname? Ja, voor die diss track. Wat was die trigger? Oké, nu ga ik die diss. Dat was die track waar je zoiets zegt van... ben ik zo oud als jou is mijn tweede huis in Spanje. Ah! Yes! Ja, 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 ja. In the building! Ja. Yes! Yes, live vanuit de Agnodon. Triple OG, sugarcane. Met once again, speciale gasten in de building. Braka, we hebben de Notorious DJ NBA in de building. Bra! Hey, en niemand minder dan de legendary Lange Frans in de building. What's good, man Frans? Lekker man. Yes, yes, ik heb een lekkere beat voor je, man bro. Hey, je weet het, Franco is de hustlepaus. Als ik dood ga, begraaf me in de trusselsaus. Smeer hem op de grill, smeer hem op je bil. Frisser dan een smintje dat ik smeer in je keel. En geen fatu, ben een dagu straight uit het asiel. Ik zit hier met Kane en Michiel, alles is real. En deze podcast gaat vlot vast. Ah, haal je bitch rots vast. In the land of the Dutch, boogie cannot be touched. Ignore my honor, man, you know that my cannon will bust. No nigga can handle a city, Amsterdam is just too excited. Boogie bringing that back, they get scandalous. Light up the cannabis, pull out a Glock and spray generous. Set an example how we discipline those who blaming us. United we stand, divided we fall, nigga. If you ain't with me, fuck you, bitch, we going all, nigga. Without boogie, there will be no scene. So why you hating when you see me on your TV screen? Look at your boy like, damn, that could have been you. If you would stuck to your guns, maybe that would have been you. Honest, I wish you the best and think it should have been you. But since you acting like a bitch, this can never be you. Hey yo, boogie steady adrenaline, killing him with adrenaline. Had your girly comfort you saying, fuck him, I ain't feeling him. Oh. Yes, Lange Frans, ja, Damskop, DJ NBA, ja, we in the building! Lekker. Heb je nog wat, Pik? Heb je nog wat? Nee, man. Niet meer, man. In the building! Ja, man, love, man. Hey, Lange Frans, DJ NBA, what's good, man? Ja, gezellig. Dank je wel. Shit. Was even een binnenkopertje. Ja, man, bro. Hey, welkom, heren, welkom. Tot de podcast, de doofpot waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. Goed om hier te zijn. Ja man Frans, hoe is je dag begonnen man bro? Kinderen naar school brengen, broodjes smeren, gewoon papa gezellig. Live. Papa live. Hoeveel kids heb je bro? Twee stuks, ik heb een dochter gruwelijk. Van 10, een zoon van 13. Gruwelijk. Ik ben een hele gelukkige huisvader, gruwelijk. 20% van de week. Maar toch, je hebt je bijdrage en die absoluut, is belangrijk bro. Absoluut, want papa absoluut. Moet ook gaan grinden om zijn money te gaan pakken, je weet toch? Papa's dat is hoe het grinden, gaat. Mama's grinden, we grinden allemaal. Allemaal man, 100 man, NBA! What's good? Hoe is je dag begonnen, Maji? Ja, rustig man. Ontbeten hier naartoe gegaan. Ja, voor de rest. Ja, ook gedoucht natuurlijk. Nog wel, hè? Toch nog wel, hè? Oh, rustig man. Gruwelijk man. Ja, man. Mooie dag. Heren, schiet meteen eventjes nu te binnen. Ik heb een hele goede vriendin. Ze heet Jordaira. En zij zamelt geld in voor een Dominicaans jongetje. Wiens moeder zojuist is overleden. En die moet weer teruggebracht worden naar de Dominicaanse Republiek. Die jongen staat er helemaal alleen voor. Weet niet wat hij moet doen. Radeloos. Zoekt hulp. Reikt uit van wat moet ik doen, wat moet ik doen. Want het schijnt dat het niet helemaal goed verzekerd was. We kennen het wel. Mm-hmm. Dus bij deze wil ik samen met jullie even een shout-out geven aan de kijker. De link van die fund... GoFund gebeuren. GoFund gebeuren. Ja, ja, ja. Staat in de omschrijving. Dus doneren jullie gewoon wat, zodat die jongen zijn moeder kan begraven met waarde en eer.
Ja toch, Frans? Ja, toch, correct. Ik doe mee. Ik gooi zo wat in de pot. Mag ik cash ook bij jou, toch? Cash? Nee, man, bro. Je weet toch? Want, dat zei ik ook al tegen Homegirl. Ik zeg, ja, Homegirl, veel mensen hebben cash. Die zijn niet met die fund dingen, overmaak dingen. Je weet toch, maar we komen er wel uit, man. Ik klik op de link. Ja, man, sowieso. Maar dus dat, man. Voordat we verder gaan. Frans, jij als MC. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben jij eigenlijk begonnen als rapper? Take us back, take us back, take us back, take us back. Hey, lange motherfucking Frans, take us back. Lang geleden. Op de basisschool in Diemen Zuid was de eerste hip-hop die ik onder ogen kreeg, onder oren kreeg. Dat was Two Live Crew. Mm. En als je als 8-jarige jongen Two Live Crew hoort, dan verandert je wereld. Nummers als Face Down, Ass Up, ja, toch? Miso Horny en Luke was een van mijn jeugdhelden. Ja, ja, ja. En daarna, zeg maar nogmaals, ik had geen broers en neven die met hiphop in mijn leven kwamen. Dus ik moest consumeren wat de tv en de media gaf. Ja. Dus ik was gek op MC Hammer, Vanilla Ice. En juist. Toen ik een jaar of 12, 13 was, toen hoorde ik voor het eerst Nederlandstalige rap. Osdorp Posse had toen een paar albums uit en niet lang daarna kwam Extince. Ja. En toen ik Extince hoorde, toen hoorde ik zeg maar, oké, de beats kunnen ook klinken zoals Dr. Dre en Snoop Dogg. Nou, dat is goed voor mij. En toen ik die Nederlandse shit hoorde, toen dacht ik, oké, als hun het doen, dan kan ik het ook. Juist. En toen dacht ik, vanaf mijn 16e besloot ik, dit is wat ik wil gaan doen. En toen ging ik teksten schrijven, maar toen durfde ik nog niemand te laten horen. Dan ga je een beetje op school battelen, dit en dat. Maar in die tijd, toen ik 16 was, ik word 41 volgende week. Ja. Toen ik 16 was, battelen op school was nog veel meer met dansen en bobbling. Dat waren de battles die gaande waren. Dat was 9 van de 10 keer het geval. Een rap battle, no one gives a fuck about a rap battle. Juist. Maar als er gedanst werd, verschillende scholen, OSB kwam, weet je, alles juist tegen elkaar. Dat was, en daar waren camera's bij en er gingen videobanden van rond. Dat gruwelijk, was, ja, dat ja, was ja, meer ja die tijd. Ja, ja. Dus je was sowieso als Room-witte rapper helemaal een klein buitenbeentje natuurlijk. Maar ja, ik deed mijn best en toen ik in jaren 15, 16 was, kwam ik bij jou in de buurt in de greenhouse. Daar werkte een buurjongen van mij, Kobus. En Kobus die zei tegen mij, ja, er zit hier altijd een grapje. Hij heet Clyde en hij is altijd met rap bezig en hij heeft veel dingen gedaan en doet veel shit. Misschien moet je een keer met je teksten naar hem toe komen. Dus ik kwam met zo'n doos teksten kom ik aan bij Clyde. En hij heeft de moeite genomen om met me te zitten. Hij heeft me getraind en beter gemaakt. Hij heeft me veel gedist en met de grond gelijk gemaakt en gezegd wat er beter kon. En ik leerde van hem en hij was uit podiumzekerheid, microfoontechniek. En als je als jongeman bij iemand in de leer kan gaan, zoals ook Michiel heeft leren draaien van mensen die voor hem kwamen, weet je. Klopt, als je kan meekijken bij iemand in de keuken, je kan precies zien hoe het gaat. Ja, dat heeft mij gevormd, zeg maar. En die Clyde waar we over praten is ook beter bekend als MC Sranang. So now you know, shout out! Yes, in the building! One love van Melvin en Tante Rosita Yvette, je weet zelf. Ja man, love man. En ja, dat was voor mij gewoon het begin. En langzaamaan begonnen we meer dingen doen. Talentenjacht, eigen studiootje bouwen met mijn broertje, Baas B. En zeg maar, in die tijd hadden we echt al onze spaarguldens bij elkaar gegooid om een apparaat te kopen. Wat eigenlijk hetzelfde kan als jouw podcastapparaat. Ja, 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 echt hè, echt hè. Precies. En, maar dat was heel wat. En toen we in die talentenjachten kwamen, volgens mij in die tijd kwam ik Michiel tegen. Uh-huh. En Michiel ging toen zijn kennis op ons loslaten. Hij ging zeggen, nou, dit doen jullie goed, maar dit en dit is nog echt teringnep. Dus daar gaan we aan werken, weet je wel. En hij liet me ook een andere manier van produceren zien. Drumcomputers en PC's en shit en zo. En we hebben samen oud muziek gemaakt en opgetreden, dingen gedaan, getoerd, gekkigheid. Gruwelijk, man. Dat is hoe het is begonnen voor me. Leuk om te horen, man. En voor jou, man, DJ MPA. Hoe is het voor jou begonnen, man? Take us back, take us back, take us back, take us back. DJ MPA, take us back. Mijn begin moet ik echt, zeg maar, de credits gaan naar DJ TLM. Yes. Die ken je ook wel, denk ik. Shout out naar DJ TLM in the building. Yes! Een van de beste DJ's van Nederland als het gaat om op hip-hop. Aha, als het gaat dope om draaien, ook technisch met scratchen en zo. Goeie. En hij is nog steeds bezig. En, ja. Jij heeft een eigen channel of zo nu, hè? Ja, DJ TLM TV. En hij is dope wel bezig met volgens mij gewoon tutorials en gewoon ja, DJ lesgeven online als het ware. Dus hij heeft de hele DJ community. Nice. Maar hij was zeg maar een jongen die woonde bij mijn basisschool in de buurt. Maar ik woonde niet in de buurt van mijn basisschool. En bij de droogbak. En daar had hij een eigen kamer. Was een soort, volgens mij heette het de basement. En dan gaf hij elke vrijdag freestyle sessies. Daar kwam Brainpower. Voordat hij Brainpower echt was, dat hij nog lang haar. Met de paardenstaart. Toen rapte hij, ja, met de paardenstaart.
Shout-out naar Brainpower in the building, man. Dat is gruwelijk. Ik ga niet voor je, ik ga niet voor je liegen. Hij rapte toen nog alleen nog Engels. Hij was fucking hard. Yeah. En ik was 14. Mijn broer, die was 4 jaar ouder. En die kwam vaak bij hem langs. En ik ging mee met mijn broer. En dan zat ik daar in een hoekje gewoon. En het rappen vond ik... Ik was gewoon hip-hop fan al, maar... Yeah. Ik heb ook teksten geschreven. Ja, serieus? Ja, ja. Had je toen een rapnaam? Nee, volgens mij niet. Nou, je durft volgens mij wel, maar je durft niet meer te vertellen daar. Niemand durft zijn eerste rapnaam te vertellen. Ik ook niet. Ja, toch? Ik weet het echt niet meer, bro. Maar TLM heeft trouwens ook mijn naam verzonnen. Dus ik was ook niet echt goed tegen. Hij zei gewoon, mijn echte naam is Michiel Brink. En ik kwam uit Amsterdam. Toen heeft hij gewoon, zei gewoon NBA. Oké, okay, Michiel gewoon, Brink uit Amsterdam. Dat is gewoon real name, no gimmick, zeg maar. Heel gruwelijk, man. En toen kwam ik in ieder geval bij hem thuis. En ik was echt hip-hop fan. Ik hield ook wel een beetje van rap. Maar toen hij met, zeg maar, hoe ik hem zag scratchen en zo. En nummers zag mixen. Dat was gewoon... Ja, toen dacht ik, ja, man, dit is echt wat ik wil. Dope, en toen ben ik gewoon gaan werken bij McDonald's. En sparen via toen nog een eerste... Ja, wacht even. Welke McDonald's was het? Bij de Damrak? Nieuwe Dijk. Nieuwe Dijk. Ja, want ik heb je daar gezien. Ik heb je daar gezien. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, toen was ik echt jong, man, broer. Jeetje, nee, maar dope, weet je. Want kijk, terwijl op de plaat heb Michiel altijd gekleed bij de Burger King. Dat klopt. Kijk, op die eerste straatremix doe ik een skit met mijn zwoele stem. Want ik heb een beetje een zware stem. Dus ja. Daar zeg ik, hey, schatje. Ik werk bij de Burger King. Omdat, ik werkte bij de McDonald's. Nee, ik werkte toen al niet meer bij de Mickey. Maar ja, ik dacht, fuck Mickey. Ik promote gewoon Burger King. Ja. Het was alle twee whack. Alle twee nep. Nee, toch. Precies. Maak je eigen burger. Gruwelijk. Ja, dus TLM is echt mijn inspirator geweest. En heeft daarna ook echt geholpen. Je gecoacht gewoon helemaal door het proces. Ja. Maar hij kwam ook vaak bij mij langs. Bij ons langs. Bij ons thuis langs. En toen ik eenmaal wat draaitafel zat... Hij was natuurlijk al wat stappen verder. Yes. En hij had altijd de nieuwste platen. En die kon ik nog niet betalen altijd. En dan kwam hij langs. En dat was gewoon... Op dat moment was gewoon magisch. Weet toch? Dan had ik gewoon weer voor 3 maanden lang inspiratie om te sparen. Te en toch voor want de platen. Want je bent echt gewoon gaan werken om je turntables te kunnen kopen. Ja, want vroeger was die drempel heel hoog om DJ te worden. Kijk, nu kan je gewoon een USB downloaden. Of een USB kopen. En je downloadt alle nummers, zet ze op je USB en je kan draaien. Wat kostte in de gulden tijd... Eén Technics draait. 1500 gulden. Ja, maar is dat 1200 gulden? Dus 2 keer 12. Dus 2400 gulden. En heb je nog geen mixertje en speakers. Dus je was 3.000-4.000 gulden. En had je nog geen één plaat om te draaien. Nee. Kunnen DJ's van tegenwoordig daar niks meer voor. En een plaat kostte 20 gulden. 18 gulden, 20 gulden. En soms stond er maar één nummer op. Of niet eens. En alleen de dirty version en de clean version. Ja, man, dan voelde je kut. Want je hebt toch veel geld uitgegeven voor één nummer. Klopt. Het was een dure hobby en daarom werd het wel, ik weet ook door TLM, man. Daarom zeggen al mijn credits gaan naar TLM, man, broer. Hij is echt de big legend, man. Love. Dus alles wat door mij is gekomen, was niet gekomen als hij er niet was. Je had die coaching gewoon nodig. Ik weet, het eerste feestje waar ik echt heb gedraaid, was een soort verjaardagsfeestje. En TLM moest draaien, maar bij Spui had hij ook een soort tent waar hij draaide. En dit was ook in de stad, dus het was zeg maar 5 minuten lopen voor hem. Maar hij moest dus die avond daar draaien. En toen zei hij, ik moet een uurtje weg. Weet je, jij kan voor mij in dat uurtje op dat huisfeest, is een verjaardagsfeestje, niet betaald. Dat is gewoon misschien 150 man. Maar dan kan jij daar je eerste stappen zetten, weet je. Echt voor een publiek te draaien. Dus ik was super dankbaar, geweldig. Maar toen de tijd was ik echt zwaar underground hip-hop. Yes. East Coast, boom bap. Dus het hele DJ feestje Premier. Veranderde gewoon in Lords of the Underground. En Mob Deep. Mob Deep, Shook Ones. Ik hield niet van R&B nog toen. Ik vond, in the building! Puff Daddy vond ik nep. Vond Jiggy. Ja. Toen nog echt een ding is van real hip-hop. En Puff Daddy, dat is allemaal Jiggy, shiny shoes. Dat vond ik allemaal niks, zeg maar. Dus ik kom op dat feestje aan. TLM draait. En TLM is ook echt hip-hop, hè. Laten we daar geen misverstand over staan. Maar hij draait gewoon hip-hop, maar ook een beetje die party anthems. Toch? En die had ik niet. Dus het feest is aan en hij moet weg. Ik neem het over. Ik kijk in mijn platenbak. Ik heb misschien 3 nummers, zeg maar, op die biggie wat ik hard vond. Die B-kant was dan die party song die ik niet eens, maar die kon ik dan nu wel draaien. En dan had ik misschien, voor 10 minuten kon ik die party nog even rekken. Gaan we al. Ja, toch? Ja, toch? En toen TLM terugkwam, toen was gewoon iedereen weggehaald. Misschien 5 mensen of zo.
Ja, man. Bro, het was het pijnlijkste, want je kan ook niet weg, je staat daar en je moet gewoon verder gaan. Ja, ja, ja. Zeg ja, maar. Ja, ja, het is als waar als je aan het rappen bent en iedereen loopt gewoon ja, weg. Ja, weg, weg. Weet je? Maar je moet verder gaan. En, ja, ja, de show must go on. En de rapper is misschien 10 minuten kwartier, ik moet een uur draaien. Ja, 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 uur ja. Maar de volgende dag, die adrenaline, die inspiratie, toen dacht ik, nee man, ik ga het anders aanpakken. Ja, toen het had me zo... Het had me helemaal gepakt. Hij kocht meteen een shiny suit zelf. Getting jiggy with it. Maar ik voelde van, hey, ik heb die tools nodig om een paar... Dus ik hield van hiphop, maar nu zag ik van... Je kan als een DJ, kan je met tools kan je gewoon een party rocken. Dus ik had een hele nieuwe les gekregen. Dus dit was de belangrijkste les die ik ooit had gekregen. Dus ik bedoel, dus het was het meest pijnlijke, maar ook de beste les. Ja, het meest leerbare. Ja, maar dus je moet vallen om te leren. Man. Zeker, man. Beste, en Frans, heb jij ook bepaalde teugels, wat je hebt meegekregen toen, waar je nu nog steeds aan vasthoudt, van dat je weet van, dit werkt voor mij, man? Zeker, kijk, ik denk als je begint met optreden, dan je voelt vanzelf welke nummers werken wel en welke niet. Ja. En je ziet op wie je kan focussen, je weet op een gegeven moment hoe je de aandacht van het publiek erbij kan houden. Ja. Maar dat is vallen en opstaan. Wij zijn hier in dit soort plaatsen begonnen voor 5-6 mensen optreden. En je hoopt dat die 5-6 mensen de volgende keer dat je allemaal iemand meenemen. En dan worden het 10 en 10 wordt 20. En juist, dat is hoe het groeit. En we zitten natuurlijk nu in een tijd, er zijn rappers die online zo populair worden dat hun eerste show in een uitverkocht Paradiso kan zijn. Ja. Daar konden wij ons helemaal niks bij voorstellen. Nee. Maar waar ik nog aan zat te denken eigenlijk, dus kijk, Michiel en ik hebben alle twee zeg maar een OG voor ons gehad. Ik had MC Serenang, hij had TLM, die ons de kneepjes van het vak bijbrachten. Ja. En ons op poten hebben gezet. Maar voor jouw generatie was er niemand daarvoor natuurlijk. Hey. Dus eventjes, wil ik je vergeven. Dat is echt waar wat je zegt, bro. Wij zijn gesprongen, maar we hebben nog een soort van parachute. Juist. Jullie zijn gewoon gesprongen van... We zien het wel, vrije val. Gewoon... Oh! Dus die. Gewoon, ja man, 100% man. Bro, dat zei laatst iemand anders van de oldschool ook tegen mij. Zei van, wij stonden gewoon daar en wij moesten het gewoon zelf doen. En er was helemaal niemand, je weet toch, die ons ging guiden, ging coachen. Terwijl, als je gaat kijken naar MC Michael G en DJ Swen, how the hell in the world konden hun zomaar komen, onze wereld vertegenwoordigen, ons bypassen, zomaar daar komen en internationaal gelanceerd worden? Ja. Wij snapten dat totaal niet, want niemand had hun straatgewijs die goedkeuring gegeven of die approval van, ja man, dit zijn onze peoples, we zijn hier trots op, om dat te doen wat ze hadden gedaan. Wisten jullie überhaupt dat hun bestonden? Michael G wel. Okay. Waarom? Die was al een boykie. Die kwam af en toe al in die tijd van de begin jaren 80 kwam hij naar Amsterdam, hier in de stad. Ging hij ook een beetje breakdancen. Dus we wisten wel van zijn bestaan af. Maar het rappen, dat zag niemand niet aankomen. Begrijp wat ik bedoel? Dus dat hij dat opeens zo kon doen en dat het dan een flater slaan in Amerika. Dat Russell Simmons gewoon op die documentaire, je weet toch, gewoon zegt. Je weet toch van, not that garbage that coming out of the Netherlands. Hey bro. Ja. Je weet toch, dat is hetzelfde van broederliefde gaat naar Sway in the Morning en ze weten niet eens wie is en ze doen maar wat. Ja. En dan slaan we weer flater. Ja, en terwijl jullie denken, had iemand anders gestuurd en dan had het niet zo geweest. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben gewoon zo, ik word gewoon zo moe dat vanuit hier mensen internationaal komen of aandacht krijgen, of het daar positief is of negatief, weet je. En dat Chris Brown moet reageren op zo'n toeta. Begrijp wat ik bedoel? We worden altijd wack neergezet internationaal. Terwijl wij zo hard hebben geknokt om op gelijke voet te kunnen staan met die boys. Je weet toch, je had het net over die freestyle met Old Dirty Bastard. Ja, man, dat was 1997, bro. Je weet toch? En dan maken we allemaal sprongen en iedereen doet allemaal dope features. Mr. Props doet features. Black Marvel doet features met Sadat X van Brand Nubian. Ik met Redman, Memphis Bleek, Sean Price, noem maar op. Je weet toch, heel veel gasten. En maar gimmicks krijgen vaak meer aandacht dan mensen die... Ja, ik bedoel toch? Ja. En dus, ja... Maar je wilt geen gimmick zijn, toch? Nee, never. Dus daarom moet je het ook zo zien, toch? Ja, maar ik vind het gewoon jammer dat we gewoon misvertegenwoordigd worden op internationaal gebied, man. Want dat sowieso. Want onze generatie heeft veel te hard geknokt, weet je, voor die BS. Je weet toch, om dat tof te vinden. Jouw generatie heeft geknokt zodat, zeg maar,
de weg die er niet was, was voor ons een stenen weg, weet je. Yes. Hij was nog niet helemaal geplaveid. En tegen de tijd dat wij die weg hebben achtergelaten voor de generatie nu, is het gewoon een snelweg. Ah, zeer zeker. Met een Tesla scheurden ze eroverheen. Ja. Dat bedoel ik, je kan nu letterlijk van je slaapkamer naar de Paradiso. Over 5 jaar is het van je slaapkamer naar de uitverkochte Ziggo Dome. Juist. Bijvoorbeeld nu ook, kijk, als we nu schrijverskamp hebben, dan zitten we in een dikke studio en er zijn er 8 studio's met dikke microfoons, vette speakers, mengpanelen, engineers die voor ons rennen en shit, mensen die thee en koffie halen. Vroeger, toen wij in de dure studio waren, waar we ons eerste album opnamen, gingen we de vocals in de dure studio doen. Alleen maar vocals. Alles op een schijf zetten en weg. Omdat we per uur betaalden, weet je. Wisseloord was 1000 gulden, hè? Precies. Ja. We zaten niet wisseld, maar we zaten wel, weet je, we betaalden gewoon. Yes. Dus je ging je shit, ging je thuis uitzoeken. En dan was het van, gingen we thuis, gingen we 6-7 uur checken welke vocals waar hoorden. Maar dus het is zo hard omhoog gegaan met onze mogelijkheden. Dat het is beangstigend hoe het nu is. Eigenlijk. Ja, hè? Echt, hè? Ja, ja. Het gaat veel te snel, man. Soms denk je dat het soms sneller gaat dan die gasten hun besef zelf. Ja, en je hebt bijna geen tijd meer om misschien je eigen sound te vinden. Originaliteit is belangrijk. Kijk, als je bijvoorbeeld beseft in 1993 kwam in dezelfde week het album van Snoop uit en Enter the 36 Chambers van Wu-Tang. Twee albums met een totaal verschillende sound die op ons drie allemaal fucking impact hebben gehad als een motherfucker. Snap je wat ik bedoel? Classics. Maar het kon naast elkaar bestaan en tegelijkertijd was het heel anders. En ik heb bijna nu het idee dat alles is hetzelfde en er kan niks meer buiten bestaan. Dus het hele vragen-aanbod is veranderd. Ja. Zeg maar, vroeger, ik heb echt gewoon thuis toen ik 10 was met een afstandsbediening en die videoband, gewoon wacht. Ja. Bepaalde clips die voorbij kwamen. Clip, want ik wist gewoon vanaf het begin, ik hoor binnen 5 of ik zie binnen 3 seconden, toch? Van oké, dat is pap. En dan op rep drukken en dan weer dat stoppen. Dat is Black Sheep, Flavor of the Month. Snap je? En dan nu, weet je, kan je alles gewoon constant YouTube, je kan een clip 100 keer kijken en het maakt niet meer uit. En het wordt gewoon, je wordt overladen met muziek. Terwijl vroeger moest je naar de winkel en je moest wachten. Nieuwe album komt pas over 3-4 maanden uit. En iemand als NBA was een gatekeeper, want hij was in alle winkels geweest. Hij had alle tracks gehoord, hij had alles uitgezocht. En op het moment dat je hem donderdag of vrijdag hoorde draaien, dan was het van, hij was Shazam. Snap je? Er was geen Shazam, hij was Shazam. En nu is er is een algoritme wat bepaalt wat de kids leuk moeten vinden. Ja, laat zeggen niet ik, maar de DJ's zien, de scene en dan de scene bepaalt, zeg maar. Weet je, alle DJ's onder elkaar, weet je toch? Niet afgesproken of zo, maar iets leeft of niet. En dat wordt weer vertaald naar de clubs en zo. Maar nu leeft het niet per se echt onder de mensen. Het kan gewoon gehyped zijn via filmpjes op internet. Ik wil daar straks nog even op teruggaan, maar eerst zullen we even wat drinken pakken, jongens. Want ik heb een lekkere cola stroop, ik heb een ananas stroop en ik heb orchade met melk, man. Wat gaan we doen, man, bro's? Maar wacht even. Ik heb ook nog een andere optie, hè. Benito! We hebben de legendary Benito Bon Gember. Is een drankje wat die man verkoopt. Ik ga de link ook in mijn omschrijving zetten, zodat jullie bij hem kunnen bestellen. Benito, kom eventjes en breng even een 2 batras eventjes voor ons, man. Kom eventjes brengen, man. Dit is een old schooler, man. Make some noise for the legendary. Yes. In the building. Ja, man, bro. Hey. Juist. Love. Dankjewel. Moet hem even goed schudden, hè? Ik ga hem schudden, ik ga hem drinken. Oké, dan. Is goed, bij papa, ja? Is goed, man. Tof. Love. Mag ik even eentje van je? Dan ga ik hem in beeld zetten. Ja, toch. Kijk, heren. Dit is een echte Surinaamse tropical gember lemonade van Benito. En zijn brand is Bon Gember. Dus gewoon goede gember. Ga maar even proeven, bro. Dit is echt die original. En je gaat er heel erg blij mee zijn. Lust je het? Kijk, ik zeg je eerlijk, man. Ik ben echt geen gembermens, man. Dan ga ik deze van je pakken, vriend. Ja. Of wil je hem meenemen voor iemand thuis? Ik wil hem wel meenemen. Oké. Is goed. Ja, alsjeblieft. Ja, ik ben wel een gembermens. Hij stopt, man. Hij stopt, hè? Ja, heerlijk, man. Sowieso, man. Shout-out naar Benito, man. Bon Gember in de building! Je ziet, man, dit is de podcast waar de straat met elkaar praat en het thema is verbinden. Dus we verbinden met iedereen in de community, in de maatschappij, maakt niet uit. Je weet toch? En ja, man, more power to you guys, man. En met alles wat jullie aan het doen zijn en get that money, man. Mm. Want ik wou eigenlijk die cola stroop. Je wou die cola stroop? Ja, moet ik zelf pakken? Of? Nee, ik zit ja, tuurlijk toch. Nee, man, ik pak wel voor je, bro. Yes. Ah. Appasseren, man.
het bestaat. Het heet een vrouwtje met een lekkere red hier in de ronde loopt. Maar dat zat ik al te denken, grap. Hey, dus dames, voel je je geroepen? Weet je precies, voel je geroepen om me gewoon een lekkere DM te sturen als jij vindt dat je er presentatief uitziet en voor ons de drankjes kan serveren op het moment dat wij hier aan tafel zitten. Je weet toch, having fun, cracking jokes, doing whatever. Ja, man. We hebben echt even iemand nodig die het voor ons inschikt, man. Ja, toch? Dat er een leuke dame aan komt lopen, gewoon met een swing. Snap je? Wat wil jij drinken, MBA's? Het is gewoon prettig. Zo, je is toch? Ja, toch? Hey, heren, proost op gezondheid en lang leven. En veel liefde, man. En heel weinig problematiek in ons leven. Love. Lekker. Oh, lekker. Ah. Goed, hè? Heerlijk. Hé, hey, gember is ook hartstikke goed, hè, voor je gezondheid. Hè. Ik drink ook vaak gember thee, dan snijk hem zelf en zo. Je bent wel een beetje bewust ook van die dingen, van wat je drinkt en eet? Ja, ik heb ook nog nooit een biefstuk minder gegeten, hoor. Maar in mijn tweede lijn was net begraafd in de truffelsaus. Kijk, ik ben een Bourgondier. Maar ja. Het is wel zo, kijk, levend voedsel zoals deze mooie ananas of deze mango, die hebben een goede frequentie en die moet je in je zetten. Je kan niet alleen maar dode dingen eten, want je leeft zelf ook. En klopt. Als water stilstaat, gaat het stinken. Dus je 100%. Moet in beweging blijven en je voedsel moet goed zijn. Lijkt alsof ik mezelf opraak. Stilstand, water gaat stinken. Maar kijk, af en toe moet je een mekkie klappen. Af en toe moet je even bij de Febo langs. Maar 90% van de tijd is het gewoon aardappeltjes vlees groente voor deze motherfucker. Of aardappeltjes rijst groente. Ja. En jij, NBA, let jij ook een beetje op je voeding? Nou, niet echt, maar ik eet gewoon wel op zich goed van mezelf, snap je? Niet iemand die veel patat gaat bakken of zo de hele week. Dat is nooit in mijn leven geweest of mijn zo. Zoontje noemt mij de patatteman. Ja, ja. Want ik ben elke dag aan het frituren, bro. Lekkere kipnuggetjes, weet je, lekkere bitterballetje, weet je. Dan gaat er weer een patatje in, maar weet je. Ben je aan het frituren of ben je het airfryen? Nee, ik ben aan het frituren, man. Gewoon oldschool frituren. Gewoon oldschool, je weet toch, dat is gewoon niet boem. Hij wint het van die airfryer. Die airfryer doet zijn best, maar komt niet in de buurt, hè, bro. Nee. Je weet toch, als ze die kleine van me op mijn buik te slaan, weet je van, papa, je bent een patataman. Ja, je hebt gelijk, man, bro. No shame on my game. Is toch goed? Ja, sowieso, man. Ja, wat het ook is, kijk, we kunnen er wel denigreren. Ik vind het een beetje hype, man, al die eetdingen. Zeg maar, snacks is toch gewoon Nederlands streetfood? We hebben hier een patatje saté, is toch gewoon Nederlands straat. Wanneer je in Thailand loopt, is het een lumpia of wat dan ook. Weet je, hier, dit is ons straat eten. Ja, het is gewoon zo. Dus dat is al heel lang geweest, toch? Maar dan ben ik een beetje te veel straat daar, man, bro. Want ik ben elke dag in die frituurmode, man. ik moet er echt op gaan letten, man. Want ik voel gewoon van, nee, man. Je weet toch? En ik ben niet bang van shit, daar gaan dingen dichtslippen of zo. Je weet toch? En dan krijg ik hoofdpijn en beroertes, weet ik veel, whatsoever. Ja, luister, abonneer jezelf gewoon op zo'n boodschappenpakket. Er zit alleen maar pompoen in en zo. En dan moet je dat eten, want je hebt het al gekocht, weet je. Dan moet je het gaan maken. Ja, dan gruurlijk. Ga je zo gezonder eten. Gruurlijk, man. NBA. Op een gegeven moment, je bent ontwikkeld als DJ. En je staat je mannetje nu. En je krijgt steeds meer confidence in wat je doet. Ik zie je dan op Live on the Low. Daar is dat echt gekomen, man. Wat je net zei, die zin, dat is echt... Live on the Low was Sharon en Melvin. Ja, man. In the building! En ook naar de Complex. Ook naar Complex, sowieso. Maar Melvin had me gebeld. Van, hey, kan je komen draaien? En ik woonde, zeg maar, in de buurt daar. Dus ja, voor mij was het 5 minuten lopen van mijn huis. Yes. En toen ben ik daar elke dinsdag gaan draaien. En dat is echt iets geworden. Dat was echt... Kan jij even die scene omschrijven, man? Dus hij had me gebeld. Hij was net begonnen. Volgens mij waren er al 1-2 edities geweest. En toen had hij een DJ, maar die was ziek. Maar hij zei, ik ben bezig met de open mic-avond. Hier in de Warmoestraat in het centrum. Kan je komen draaien? Bam, bam, bam. Ik weet niet eens meer hoe die aan mijn nummer kwam. Of hoe die, maar in ieder geval, bam, bam, bam. Ik zeg, is goed. En toen is daar een open mic, ook met band. Shout out naar Ruben en de band. Ja, man, shout out, man. Fucking legends. En toen is daar echt een hip-hop avond, open mic avond ontstaan. En daar zijn echt legendarische dingen gebeurd, man. Gewoon, ja, dat man. Was elke dinsdag was het gewoon hitte ook op een gegeven moment. Het was jarenlang was dat gewoon. Echt dat ding, man. Dat was gewoon een soort magie. Je hebt gewoon soms van die plekken waar iets leeft. En daar weet je, daar zijn heel veel mensen hebben hun carrières zijn daar als ware meters begonnen. Gemaakt. Ja, hun meters gemaakt. Weet je. En heel veel en mensen iedereen hebben elkaar daar ontmoet. Het was ook een ontmoeting. Want er was, weet je, Twitter en Instagram bestond niet. Dus je moest in die tijd echt in elkaars aura staan om iets tegen elkaar te zeggen. En de grap is, ik heb zeg maar
vanaf dag één als het ware gezien dat het nog, ja, eerst kwamen wat, weet je, gewoon hobbyisten die ook op het podium springen. En yes, het wordt steeds, en op een gegeven moment zie ik, dan komt opeens een Brainpower langs. En yes, dan komt, zie je dat andere mensen gevestigde namen opeens, hey, toch ook even kijken nemen. Hey, wat gebeurt daar eigenlijk? Ik bedoel, ja, toen wist ik van... Dat, volgens mij, Extin zat toen bijna een nieuw album uit. En hij kwam naar Live on the Low. En pap, hij begon gewoon 3-4 nieuwe tracks te doen. En ja, dope. Dat was... Wijkleff was een keer... Ja, ja. Was, op, man. Maar Wijkleff was in Amsterdam, was hij ook daar op het podium gesprongen. En dit is een zaal van 100 man of zo. Winston Kingdom was echt klein, weet je. Maar, ik denk de helft van dit, toch? Ja, het was nog kleiner dan Akhenaton, ja, volgens mij. Maar het was legendary wat daar gebeurde. En het was ook echt... Gewoon de straat was daar. Ik bedoel, ik heb wel het idee dat er zeg maar een twee... dat er een splitsing was in die Live on the Low. Mm. Dat je het hele, hele, hele begin had. Mm-hmm. En die fase die er daarna kwam. Ja, je hebt daarna ook wel nog jaren Live on the Low. In het hele begin waren er alleen maar Engelstalige rappers die op het podium sprongen. Ja, klopt. En ja, daarna begon dat soort van af te brokkelen. En werd dat zeg maar vervangen door Nederlandstalige rappers. Ja, waarom? Die gasten die begonnen, die kregen het toen al te druk. Ik weet de eerste keren dat ik zeg maar ging kijken... en nog niks ging doen. Je gaat eerst kijken voor je wat gaat doen. In mijn jas, in mijn capuchon. Dus ik kom aanlopen daar. En vanaf de buitenkant zie ik Shyrock en Brainpower die slopen. Ze slopen. Ze gaan back to back. En ik sta echt gewoon zo. Man, jezus. Ik ben nog... Ik zag in één keer, ik moet nog kilometers maken. Ik moet nog even meters maken, ja. Maar dat was goed om te zien, hoor. En dat was echt... was hard. Was heel hard. Maar klopt wel een beetje wat je zei. Maar het is ook dat... de band is ook veranderd. En met Ruben eerst... was, zeg maar, het begon best wel een beetje R&B-achtig die avond. En in het begin waren er veel meer zangers ook. Ja. En ja, Erik Neslo, Ilo. Ja, Ilo, in de building. Die hostte ook tijdens een tijdje, heeft hij ook gehost. Big Boy ook. Big Boy ook. Weet je, Sarah, nou, Big Boy, man. Negative ook. Ja, man, in de building. Ja, toch dus. Yes, Negative was geen zanger, hè? Maar was wel een host. Ja. Okay, ging hij hosten? Ja, ook gehost. Zie je, kijk, dat bedoelen. Ja, dat was weer een beetje in jullie tijd. Dat was weer daarna meer. Maar in het begin begon het meer R&B-achtig. Soul en een beetje hip-hop. En daarna had hip-hop een beetje de overhand genomen. Maar er kwam op zich, uiteindelijk kwamen ook wel zangers nog wel. En soms kwam een ragga-gast, weet je. Die kwam een beetje dans zou doen en zo. Dus er kwam wel voor alles. Maar uiteindelijk werd de Nederlandstalige... Ja, het was ook gewoon... De scene veranderde er ook. Veranderde daar ook. Want ik weet nog, in het begin, toen Live on the Low er kwam, zeg maar, had je ook Lady Sings the Blues aan de overtoom. Mm-hmm. En dit was ook een formatie, volgens mij Ruben speelde ook daar. Mm-hmm. En dat was de era van de Engelstalige rappers. Daarom, ik ken Live on the Low nog, dat iedereen alleen maar Engelstalig spitte. Er was geen Nederlandstalige shit wat daar gespit werd. Nee, maar die tijd was een beetje echt de straat. Van Engels naar Nederlands. Ja. Dat gebeurde een beetje. Dat is zeg maar ook met die straatremix. Ik denk dat een grote impact heeft gemaakt. Oh, sowieso. Sowieso. Ja, maar over welk jaartal praten we nu? Met die Live on the Low, dat je zegt van die Live on the Low maakte die om een switch? 2000, 2001, want Straatremix 1 kwam in 2001 uit. Dus dat is zo'n beetje zo, rond die tijd begin geweest. 2000 dus, maar, zo. Maar ik praat dus over 1997, 98 was Live on the Low al. Ja. Nee, man. Jawel, Live on the Low was al vroeger, bro. 99, 98 zo, denk ik. Eind 97, 98 in, 99, dat was Live on the Low. Maar in mijn belevenis, man. Ik moet Melvin checken, man. Ja, maar serieus, maar hij gaat je zeggen, man, bro. Want dat was alleen maar de Engelstalige erwe van al diegene, Rauw, die kwam daar. Ik praat nog met hem, hè. Ragga Papa was daar, ik was daar, je weet toch. Ragga P heb ik vaak gezien daar, klopt. Ja. Dat was nog die tijd met Saturday en zo. Saturday, die hitje met Saturday. Wap, wap. Ragga P heb ook gemurderd bij Live on the Low. Echt, hè. Shout out naar Ragga P, man, in de building! Ja, man, sowieso. Ik zag hem een half jaar geleden nog gelachen met hem. Hij is love, man. En waar komt dan opeens die connectie van dat jij ophoekt met Frans
En dat er de straatremixes opeens gaan ontstaan. Dus Lijf van de Loo was de katalysator van al dat. Omdat daar kwamen we bij elkaar. Ik weet, hij heeft eerst volgens mij gebatteld met Nekka voordat je bevriend was met hem. Toch? Ik heb hem gesloopt ook. Nee, ik weet niet of we gingen battelen. Het was, je, je had een soort battle. Je had volgens mij een soort battle. En volgens mij had hij gewonnen. Tuurlijk. Nee. Ik weet niet. Maar die hadden gewoon een soort. Was gewoon vriendschappelijk. Niet per se winnen of verliezen. Maar. En daaruit was gewoon meer van, hé, jij bent ook dope, jij bent dope. Oké, laten we samen wat doen. Juist, zeg maar. En zo kijk, het heette wel Demon, maar op zich eigenlijk, hun kwam alleen uit Demon. Ja. Jesser zo kwam uit het oosten, die waren weer via Nega. En dan had je Sironic, die kwam volgens mij ook via Nega. En Big Boy, die kwam via mij, maar die ken ik weer gewoon via Lijf van de Loo. En zo was eigenlijk Lijf van de Loo een beetje de ja, het middelpunt waar iedereen dus als ik het goed kennen. Begrijp, hebben jullie elkaar allemaal een beetje leren kennen toen in die tijd. Van Lijf van de Loo. En vanuit daar is er een initiatief gekomen waardoor die straatremixes is Michiel gekomen. Hoorde, kijk, Bart en ik hadden het hele Supervisie-album al af. Vind ik belangrijk om dat te zeggen, want chronologisch voor de fans naar buiten toe is dat niet zo, maar achter de schermen is dat wel zo geweest. Dus wij hadden een album af, daar stond Zinloos op, nummer 1 is geworden, daar stond Moppie op. Maar Michiel zei van, luister, dat album had nooit zo succesvol geworden als het voor de straatremix was. Dus hij zegt, dus Michiel zegt, we moeten iets gaan doen, zodat we die hype gaan creëren, zodat het album op het juiste moment kan komen. Tof. Dus het is niet per se bedacht met het oogpunt om het album te promoten. Hè? Dat wil ik wel bij zeggen. Zeker niet, maar het had geen zin om dat album voor die mixtape snap je te doen. Dat was hustling zeg backwards. Zeg maar twee vliegen. Juist, precies. Juist. Ja. Maar dat klinkt eigenlijk heel erg logisch en het is ook heel erg strategisch om je naam goed op te bouwen. Absoluut. Door middel van eerst mixtapes gewoon allemaal te droppen. Maar en dan drop in een album. Want dat is eigenlijk de Amerikaanse manier. Dat wou ik net zeggen. Dat is zeg maar hoe ik het zag. Kijk, ik was vroeger, voordat 50 Get Rich zo Die Trein uitbracht, was ik echt fan. Dus ik bedoel, Get Rich vond ik ook geweldig. Maar hij bracht toen echt harde mixtapes uit. Power of the Dollar. Waar ook twee tracks op stonden die ze later nog op Get Rich or Die Trying hebben gezet. Klopt. Dat waren zulke goede tracks. Die moesten ze ook op dat album gewoon meenemen. Ja. En hij killde die mixtapes gewoon. Dat was gewoon. En hij deed ook, zeg maar, R&B liedjes van opfokken. Van Donald Jones of zo. En dan maakte hij daar een G-Unit remix van. Juist, en dat heeft en dat jullie ook een beetje geïnspireerd. En dat was zeg maar het idee achter de straatremix. Mm-hmm. Zeg maar van, we pakken die Amerikaanse. En dan maken we gewoon een vieze, dus zeg maar, girlfriend van B2K. Werd nu een sletje. Vieze dingen. Ja, en kijk, want het klinkt nu allemaal heel zakelijk. Maar besef, terwijl we dit deden, hoe fucking hard we hebben gelachen. Weet je Tuurlijk, man. Nummer 1, we waren jong en dom en we deden gewoon maar wat. Het is echt niet dat we dit allemaal hebben bedacht. Van tevoren hebben we bedacht en het werkte. Nee, we deden gewoon. En jullie deden het gewoon. Zo ging het. Met jullie hart en ziel. Ja, maar het is niet dat we een plan hadden bedacht. Het is gewoon, elke dag je leeft gewoon. Je doet. En dit is wat we deden. En zo ontstond het gewoon. En hoeveel straatremixes hebben jullie uitgebracht? Uiteindelijk drie delen geweest. Ja. En wat zijn de... Derde deel hadden Michiel en ik helemaal niks meer mee te maken. Nee? In zoverre toen had het helemaal... Maar de eerste twee zijn ook echt de echte klassiekers. Ja. Juist. En de uitschieters daarvan? Persoonlijk? Ja, de grootste hit van deel 1 is Sletje. Dat heeft Jesser in één keer een ster gemaakt. En Jesser is op die plaat terechtgekomen omdat hij was nog één dag in de studio voor hij op vakantie zou gaan naar Egypte voor 6 weken. Uh-huh. En die 8 lines op die track was het enige wat nog vrij was. Dus hij heeft even snel die gedaan. Toen kwam hij terug van vakantie. En weet je, toen stonden er letterlijk, daarvoor stond niemand aan zijn deur. En daarna stonden de kinderen aan zijn deur in Oost om handtekeningen te vragen. Gruwelijk. Dus toen ging het echt. Dus we zijn ook het hele land doorgegaan met die cd. Wou ik net zeggen, want hoe hebben jullie zeg maar die cd gepromoot, zeg maar? Nou, dat is ook grappig. Dus we hebben het gewoon echt bij jou thuis. We hadden echt een hele, gewoon een zwarte hoes met letters. NBA in Lange Frans presenteren straatremixes. Geen foto's, niks. Gewoon tekst. En die hebben we gewoon uitgesneden. Zelf geknipt. gruwelijk. Komen ze deze kopiëren, iedereen zijn computer. En dan gingen we gewoon de stad in. En je had een website, MO75. Juist. Daar gingen we dan een beetje op posten. En toen had je ook we zijn donderdag zo laat, zijn we in de stad of zo. Ja, maar dat deden wij als Most Official ook. Ja. Gewoon aankondigen wanneer we waren. En we waren in de stad, wat je Fame...
CD-winkel. Juist. En dan had je de hip-hop afdeling. En dan gingen we gewoon bij de hip-hop afdeling staan. Ken je houdt van hip-hop, dan moet je dit checken. Ja, ja, ja. Dat was echt die guy, man. Dat is groep, toch? Dus zulke dingen deden we gewoon de straat op gaan. Maar dat was in de eerste helft van één. Want op een gegeven moment kwam Jan in ons leven. Dat was, ja. Toen kwam Jan de Man. Nee, toch? Shout-out naar Jan. Shout-out naar Jan de Man. Ik had hem ook een keertje gesproken. Ik zeg, je moet langskomen, man. Dus dat, shout-out naar Jantje. In de building. Hij gaat je veel leuke verhalen geven, man, als hij hier is. Maar hij heeft toen zijn ding erin gezet. En toen hadden we opeens 10.000 cd's. En die zijn gewoon het hele land doorgegaan. Ik weet niet eens hoe, maar die zijn overal beland. En daardoor zijn wij ook overal beland. En, van Maastricht tot Groningen. Toen Jan zich ging bemoeien, want je moet je voorstellen, wij zaten in de studio als zwervers. En letterlijk, hè, gewoon als zwervers. En Jan die kwam en op een gegeven moment, Jan komt aanrijden in een Lexus, dure schoenen, dure jas, ketting, klokjes, alles. Hij zegt, het eerste wat hij zegt, hey, shit is dope man, hoeveel hebben jullie er nog? Wat was het, iets van 150 of zo, bab, hij gooit meteen een stek geld op tafel, hij zegt, ik neem alles mee, ga meer bouwen. Hij dacht, hij was weg, high five. Zo. Hij was die katalysator die in één keer zeg maar een extra straatteam achter de zwervers poestte die wel konden rappen. Ja, ja. Jan ging met het ons door de stad. Het is zeg maar het klassieke verhaal een beetje. Maar kijk, om echt de extent waarin Jan ging. Jan ging met ons naar de clubs toe en dan gaf hij gasten 100 euro, 200 euro. Zeg, kijk naar deze gasten, nooit meer hebben hun problemen om hier binnen te komen. Zo, weet je. Ja, gewoon de straat. Als zwervers kwamen we niet binnen, maar toen we helemaal diep love en die power erachter. Gruwelijk, man. Toen ging alles anders. Ah, gruwelijk om te horen, man. En ik weet ook echt gelachen, man. Met 3-4 auto's, hele land door, altijd panja, gekke huis. En ook natuurlijk, kijk, als we dat toch, weet je, er waren Merel, Jans broer, die is jarenlang onze tourmanager geweest. Die heeft altijd voor ons gezorgd. Het is altijd. Oh, die lange, hè? Ja, man. Ja, man. Als jou zorgt dat wij op de goede plek waren op het juiste moment. Roy was erbij, is ook via hun. En we hebben een dikkere studio kunnen bouwen in Zuidoost met z'n allen. Tuurlijk, man. En mooie dingen gedaan. En laten we ook niet vergeten, Jan heeft ook de opposites gevonden. Ja, man. Jan, ik zeg je eerlijk, Jan is echt erop gaan staan dat de opposites op Straat Remix 2 moesten. Ja, maar toen hij met opposites kwam, NBA en ik, is iets van, was wel leuk, maar het was wel, maar hij, nee! Want hij had een website ook, Mastermind. Easy Minded. En dan kon je je nummer uploaden en dan konden mensen stemmen en dan kon je iets winnen of zo. Zeg maar, als je de meeste stemmen, dan zou je iets winnen of zo na verloop van tijd. Of je bent gewoon nummer 1, weet ik veel. Niemand kreeg ooit zijn prijzenpakket. Studio sessie of zo bij dingen. Maar toen had Opposites had toen dat nummer. Wat was het? Wit-zwart of zo? Ja, wit-zwart toch? En hij had de meeste stemmen. En hij was er helemaal enthousiast over. Lyrisch. En eindstand heeft hij wel gelijk gehad. Absoluut. Want toen Opposites in de studio kwamen en die gingen met Brutus en Nega werken, dat was ook vuurwerk. Ja. Die gingen meteen. En dat zeg ik, Straat Remix 3 is eigenlijk een album van Negative en de Opposites. Ja. Als je dat gaat bekijken van wie staat er, ik heb iets van anderhalf liedje erop of zo. Ja. Maar die tape duurt iets van 23 songs en zo. Ja. Ja. Zij hebben daar echt hun ding op gedaan. Hoor. Tof, man. Ja, ja. Dus eigenlijk, zeg maar, Jan was een soort van een kleine upcoming Russell Simmons in de Nederlandstalige scene. Die Jan vanuit was, straat gewoon even. Jan was Dame Dash. Hij wilde afscheid nemen. Hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft afscheid genomen van zijn straat perikelen. En wilde iets positiefs, iets goeds. En iets wat zou duren, snap je? Juist, tuurlijk. En ik denk dat dat we op het juiste moment elkaar zijn tegengekomen. En nogmaals, Jan is via Nega bij ons terechtgekomen. Ja, dat, laat me dat voor de record duidelijk stellen. Nega zegt van, ik heb gasten die willen meedoen met ons, willen werken. Zeg, dan gaan we zitten. En zo is het gegaan. Gruwelijk, man. Ja. En je moet begrijpen toch, weet je, Jan is ook straat. Je weet toch, ik ben ook straat. Dus ik in mijn optiek wordt het niet meer straat. Ja. Weet je, dus je moet begrijpen, ik kom hem tegen in de Paradiso, weet je. En hij staat, weet je, met die lange vader, weet je, nog een hele entourage, weet je, zo. Hey, ken je vakken? Ja, wat doe je nu dan? Ik zeg, ja toch, ik heb net pokoe gedaan met Red Band en ik doe dit en dat. Ja. Zeg, wat bedoel je nou? Ja.
Hij zegt, ja man, weet je, maar dat is, weet je, dat gaat toch niks worden, man, bro. Weet je, dat is jaloud, ik zeg, wat kom jij aan aanleggen, pik? Ik zeg, ik ben hier vanaf begin jaren 80. Jij komt nu uit de lucht vallen, omdat je straat niet meer werkt. En dan wil je op mijn terrein wil je komen, dan wil je mij komen uitleggen wat gaat werken, man, bro. Ik zeg, gee, what the fuck, man, get the fuck out of here, bro. Hey, zo sprak ik met hem. En hij is iets van, hey, grap, je weet toch, er komt nu een nieuwe lichting aan. Weet je, je gaat het zelf zien. Weet je, Nederlandstalige shit is de shit. Beter ga je daarop. Stop dan met het Engelstalige. Weet je, wat hij begreep, dat is een hele andere league. Maar weet dat je, is ook Jan, wat hij daar, hij is eerlijk. Nee, sowieso. Hij stond gewoon voor hij stond. Want of hij nou eerlijk was, hij was eerlijk naar zichzelf toe. Want of hij gelijk had, is weer iets anders. Begrijp je? Ja, maar hij probeerde jou niet te pleasen of zo. Nee, gewoon, hij was wel gewoon zo real, weet je. Dus hij clinchte wat dat betreft meteen, bam, meteen. Ja. We botsten meteen. Ik dacht, wie de fuck ben jij? Want weet je wat het is, bro? Ik ga je eerlijk zeggen, er zijn heel veel gasten die straat waren, straat zijn. Mm. Keihard op hun bek zijn gevallen daar. Mm-hmm. En denken, oh, ja, ik heb nu eventjes twee teetjes liggen, weet je. Dus ik kom eventjes in die rap game en ik ga voor money maken met die rappertjes. Get the fuck out of here, man. Flikker. Weet je, wie de fuck ben jij, man? Je komt vanuit vanuit... Hetzelfde als ik met twee tron nu de straat op zou gaan, zou ik ook falen. Begrijp je? Ja, andersom zou het ook niet werken. Het werkt niet, want je kan niet, weet je, nooit niet die affiniteit hebben gehad met de muziek, met die hele culture. Mm-hmm. Matter of fact, nog veel van die gasten gingen nog die boys nog uitlachen omdat ze baggy jeans droegen. Mm. Je weet toch, dus ze snappen die hele culture niet. Dan pak jij je buiten en dan kom je opeens in die hiphop scene en dan wil je opeens geld gaan maken met die hiphoppers. Bro, niet met mijn generatie, bro. Nee, je weet toch, misschien met die nieuwe, maar niet met mij. Ja, ja. Je weet toch, dus je moet ook weten tegen wie jij praat, bro. Weet je, want ik heb altijd gestaan waarvoor ik stond. Dus iemand vanuit een heel ander veld kan toch niet in mijn territorium komen en mij mijn regels komen uitleggen. Van jou ook. Ja. Weet je, dus dat ging even meteen clinchen, maar het heeft heel kort geduurd, hoor. Ja, wat het was met Janis, kijk, wij waren, wij waren rond de 20 of zo. En Jan was zeker 10 jaar ouder dan ons. Dus hij had al, weet je, had zijn gezin. En hij had, weet je, zijn leven was anders dan dat van ons. Hij kon op die manier echt voor ons zorgen. Maar Jan heeft nachten gehad dat hij 6 mensen naar huis moest brengen in een Fiat, bij wijze van spreken, weet je. Ja, en hij heeft het wel allemaal gedaan. Hij stond hij is wel strijder, man. Hij is ook iemand, dat zeg maar, daar ging hij in de achterbak. Er was zeg maar geen ruimte meer. Eén iemand moest in de achterbak. Ging Jan in de achterbak. Ja, terwijl hij betaald. Ja. Dat was Jan ook. Hij ging zich mentaal al voorbereiden op die confrontatie met Kane. In de building! Jan de man, we love you. Je weet zelf, maar grap, we zitten een beetje te fokken. Wat Jan ook altijd deed, zeg maar. Hij kwam de studio in en hij bleef maar tegen ons roepen. Jullie zijn die, maar jullie zijn de shit. Jullie zijn de shit. Moet je voorstellen, als je een coach hebt die de hele dag achter je aanrent en zegt, jullie zijn de shit. En als iemand iets anders zei, dan ging hij woest erop. Tegelijkertijd was hij ook, zeg maar, hij was de labelbaas, maar hij was ook de inspirator en de coach. En ook zo van, oké, jullie zijn allemaal jonge zwervers, dat jullie kunnen rappen, maar we gaan nu wat gestructureerder nog. Juist, en ik had natuurlijk mijn plan en wij wisten hoe we in de studio aan de knoppen moesten draaien. Juist. Bart wist heel goed hoe hij aan de knoppen moesten draaien. Dus iedereen, hij bemoeide zich nooit inhoudelijk met wat er gedaan moest worden. Nee. Soms had hij wel een idee of een opposite, weet je, dan natuurlijk luisteren we dan, maar hij liet ons gewoon ons ding doen. Dat was tof, dat was man. Tof. Ja, man, sowieso. Shout out to Jan, man. Ja, man. Mm-hmm. Schiet me trouwens ook nog te binnen, man. Ik reed door Oost. Die remixes waren welk jaartal? Ja, begin 2000. Ja, 2001 tot 2003, 2004. Ja, ik had toen die blauwe Lex en ik reed toen en toen zag ik Negga. En hoe heet die straat ook weer daar bij de Dappermarkt, jongen? Die lange. Ja, Javastraat toch? Ja, Javastraat. Ja. En toen was hij bezig. Zero. Die aan het verkopen. Die straatremixes aan het verkopen. Ja. En ik weet nog dat ik die. Maar waren ook dezelfde pet, straatremix hier te koop. Niemand heeft die pet. Hij heeft gekocht. Nee, ik heb hem. Ik heb de CD niet aangenomen, maar ik heb het geld hem gegeven. Ik heb het hem. Het geld wel gegeven. Ik kom niet uit mijn woorden. Ik heb het geld aan hem gegeven. Ja, maar niet uit disrespect, maar omdat hij daar nog extra CD's over zou hebben om te verkopen. Okay, dat is begrijp dat je? Is dus gewoon zo op die manier, weet je? Want ik had er dan geld voor twee gegeven. Dus ik nee man, doe maar, gewoon je hustle, weet je? Pak je was er niet down mee in het begin, of nog steeds niet, dat weet ik niet. Maar je was er niet down mee. Nee, in het begin was ik er helemaal niet happig op. Ja. Ik denk dat het gewoon te maken had ook met een eigen tekortkoming in visie. Ik deelde gewoon die visie niet. Mm-hmm. Je moet begrijpen. Weet je, wij doen voorprogramma's van Wu-Tang Clan, Snoop Dogg. Weet je. Die real hot shit was aan de gang en zo, daar heb ik. B.I.G. Ja, precies. Ik freestyle met Big Pun.
Ja, toch. Maar kijk, ik als hip-hop fan, dat zijn ook mijn legends. Zeg maar Biggie, Big Pun, Wu-Tang Mob, die noem maar op. Zeg ik bedoel, en ik zei het al van tevoren, jij was bij File 65 ja. met een van mijn grootste helden. Je heet toch Older the Bastard. Ja. En mensen mogen, het staat op Spotify, Killer Tape, ga checken. Jij killt, broer. Ja, dat is absurd. Je weet toch, ik vind dat een van de hardste stukjes hip-hop geschiedenis. In Nederland, wat we, hey toch? Thanks, man. Het is echt, broer, echt. Thanks. Nee, weet, maar dus kijk, ik heb altijd naar jou opgekeken. Maar ik heb nooit een pressie gevoeld dat je ons niet hard vond of zo. Jeet toch, man? Nee, ik niet begrijp, zo. Want ik begrijp het zelfs. Snap je, bedoel? Je, precies. Ik begrijp het zelfs van als je zeg maar wat je zegt, zoveel jaren hieraan hebt gebouwd. Mm-hmm. En in het begin, toen ik jong was, was het ook van Nederlandse rap is nep. Snap je, bedoel? Mm-hmm. Toen ik echt jong was, zeg maar. Ja. Was door de positietijd. Toen was ik 10. Ja. Nee, toch? Ik zat in tram 5 of zo. Ja. Toen was, als je toen in het Nederlands ging rappen, was je nep. Dat was gewoon nep. Niemand deed dat, snap je? Het was nog niet sexy. Maar toen jij je video dropte, met in die club naar beneden en zo, ja, toch? Let daar, know, ja. Ja, let him know. Toen ik als jongeman die video keek, dacht ik, tering, waar is deze club? Waar gebeurt dit allemaal? Waarom weet ik dit niet, snap je? Ja, nu weet ik, jullie hebben de Bels Club gedaan in Amstelveen, is het toch geweest? Oh, die bedoel je Can't Fool Mine. Can't Fool Mine. Oh ja, klopt. Ja, klopt. En 100 jaar later kwam ik erachter, kwam ik een keer in die Bels Club. Ik denk, godverdomme, dit is die tent. Ik ben er, weet je wel. Ja. Maar jij had wel, zeg maar, in die tijd die visie, hoe die video eruit zag. De juiste shots waren slow-mo. De rims goed in beeld, de Timberlands in beeld, de Avirex jassen, de chains. Dat had jij wel hier neergelegd en niemand had dat eerder gedaan. En daar keken wij. Toen, als wij aan het spacen waren over hoe onze video's eruit moesten zien, dan was dat iets van, hey, dit kan toch ook, snap je? Dat maakt jij wel tastbaar voor ons. Ja, dank je. Maar je moet begrijpen, bro, is dat als jij dan met internationale gasten optreedt, op de same stage staat, je freestylt met ze in de kleedkamers, je freestylt met ze op radio. Ja, maar dit is een ding, guys, let op, kijk. Het publiek wist, wij wisten, NBA wist. Ja. Alleen de media, en die wist dat niet. Dus die zijn daar allemaal helemaal aan voorbij gegaan. Weet je? Waardoor het lijkt alsof. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar weet je, dat is niet omdat ze er niet van op de hoogte waren. Ze hebben zich moedwillig gedistanceerd van deze ontwikkeling. Ja, want als jij wel MC Michael G en DJ Swen kan je wel naar buiten brengen. Ja, betekent dat je de capaciteit hebt om internationaal te kunnen lanceren. Als jij weet, bro, dat de film Breakdance deel 1 is geregisseerd door een regisseur uit Twente. Een internationale hip-hop movie. Eerste uur, bro. Geregisseerd door een man uit Twente. Dus het kon al. Ja. De soundtrack van Breakdance. hoe heet het? Kraftwerk. Uit Duitsland. Tour de France. Die is uit. Bro, wij waren internationaal eigenlijk al daar, bro. De eerste grote rapartiesten. Moet je wat drinken, bro? Nou, ik nam een slok, maar ging verkeerd. Oké. De eerste grote rapartiesten, zoals Sugar Hill Gang, et cetera. Die kwamen hier optreden bij Afro Topop, bro. Dus de connectie van import hier naartoe halen, mensen vanuit hier internationaal kunnen lanceren, was al daar. Waarom hebben ze dat met ons niet gedaan, bro? Ja. Dat is gewoon moedwillig doodzwijgen, bro. Je weet toch, en daar heb ik wel echt een probleem mee. Snap je wat ik bedoel? Maar kijk, bijvoorbeeld als je nu artiest bent in onze tijd ook, er waren verschillende opties. Je kon daar gaan praten, In jouw tijd, weet je, wat waren de opties? Je moest, bij wie je ook ging zitten, moest je eerst gaan uitleggen wat je überhaupt aan het doen was, weet je wel? Dus dat is een heel ander verhaal. Wanneer je ergens aan tafel zit en ze weten, oh, je bent die en die. Maar dat is het helemaal waar, Frans. Vroeger ging Bolland en Bolland, nam contact met ons op, want ze wouden ons tekenen. Ja. Nu praat ik over 1988, 89. Ze wisten drommels goed wat er aan de hand was, bro. Mm-hmm. Okay. Alleen, ze hebben gewoon moedwillig, gewoon voor hunzelf gewoon besloten van, hier fokken we gewoon niet mee. Terwijl die brug kunnen ze bouwen. New York was New Amsterdam, bro. Mm. Breukelen, Brooklyn. Maar what happened met de Bolland en Bolland deal? Was hij zo slecht? Nee, ja, hij was zo slecht. En de building! Dus dat, snap je, weet je, maar, weet je, het had ervan kunnen komen, want mensen waren wel capabel, maar het werd gewoon niet gedaan. En dat vind ik heel erg jammer voor mijn generatie. Ja. Dus wij moesten
op ons eigen houtje zit opeens te praten met een manager van die, een manager van Redman, een manager, om alleen maar een 16 van hem te kunnen krijgen op een track. En de goedkeuring tegelijkertijd om hem te kunnen mogen releasen. Ja. En zit opeens zelf te palen tikken, kijk, daar waar we iemand eigenlijk voor zouden moeten hebben. Kijk, MC Strenang en ik hadden ook een gabber die heette Ome Bert. En ja. Ome Bert zat all up in de Bay Area shit. Weet je, Mac Dre, Mac Mall, E-40. En dat waren allemaal tijgers van daar die in de Bay gewoon independent verkochten. Maar die deden het zelf en die maakten gewoon voor daar gewoon Borsato nummers. Niet Borsato nummers, Borsato cijfers als in verkoop. Wat Borsato hier in Nederland verkoopt, deden hun daar lokaal. Juist. En wij voelden de power van het product zelf hebben. Wij hadden gewoon onze eigen dozen cd's altijd. En die hebben altijd zijn eigen mixtapes gedaan, papapap, gratis of voor vijf, papapap, door. En toen wij over onze eerste deals gingen praten, hadden we onze eigen album. Ik had er al 1000 liggen, snap je? Dus als je met iemand gaat praten, dan ga je, ik ben nou meer op zoek naar de distributeur en een soort, weet je, hulp om het nog groter te maken. Yes. Maar we hadden allerlei stappen al doorlopen, zo van, oké, dit is hoe we product maken, dit is hoe we het bij de mensen kunnen krijgen, weet je. Toen Jan zich ging bemoeien met straatremixes, had hij zijn eigen netwerk gemaakt. Straatremixes kon je bij kapperszaken kopen, bij shawarmazaken. Als het maar ghetto en underground was, kon je het gewoon halen, snap je? Juist. En dat was, ik wil niet zeggen dat we bij overal lagen, maar op verschillende plekken in Nederland kon je de dingen gewoon halen. Maar dat is taalgebonden. En dus... True. En oh ja, nee, goed. Ja, heb je ook gelijk. Ik heb hierover na zitten. Ik denk van vroeg of laat gaan we het hierover hebben bij jou. Ik denk een van de dingen die we niet realiseren hier in Nederland is dat de gemiddelde Nederlander spreekt geen of slecht Engels. We kunnen het een beetje verstaan, ja. En wij spreken vloeiend Engels, want we zitten in die hip-hop shit al 20 jaar zitten we, hè, zo. Ja, is anders. Maar de gemiddelde Nederlander spreekt niet fantastisch Engels. En Duitsland is nog erger. Waarom denk je dat al die films in Duitsland worden nog steeds nagesynchroniseerd? Dat het Arnold Schwarzenegger is. Frankrijk zelf. Jetzt gehst du die choppers. Frankrijk ook. Daarom is maar kijken naar Frankrijk. In Frankrijk is de Franse scene al jarenlang heel groot, weet je. En Frankrijk heeft natuurlijk ook nog die mooie regel dat 60% van wat op de radio gedraaid wordt, moet binnenlands product zijn. Ja, precies, als we zoiets hier zouden hebben, dan hadden we al veel eerder rapmiljonairs gehad dan dat we die nu hebben gezien, zeg maar. Dus dat zijn allemaal wel kleine kinkjes factoren in de kabel. Maar als je het in het Nederlands brengt, dan kunnen mensen er niet omheen. Als je het gewoon op die manier zegt dan en rap, dan wordt het heel duidelijk. En dat is ook wat rap moet zijn, een helder, duidelijk communicatiemiddel. Juist, maar we moeten niet vergeten dat het ook te alle tijden een internationaal product blijft. Stel nou eens voor, K1 zou gewoon binnen Nederland blijven. Ja, kijk, ja, maar je, het moet de wereld overreizen, toch? Maar kijk, dus heel veel labels hier ook, als je gaat kijken naar de Sony en Universal, zeker in jouw tijd, die labels zitten hier vooral om te zorgen dat het internationaal product hier goed op de markt wordt gezet. Juist. Dat als de nieuwe Beyoncé uitkomt, of de nieuwe Michael Jackson, of de nieuwe Prince, dat die goed in de winkel staat, dit en dat. En dat is 90% van wat de grote labels hier in de Benelux doen, is te zorgen dat het internationaal... Maar waarom niet andersom dan? Ja. Want wanneer ga ik je nog eentje geven. Dan wanneer het andersom gedraaid moet worden, dan krijg je zo'n ding met Brainpower en Nas, One Mic. Hmm. Dan krijg je die Pro Tools Exchange en Nas weet niet wie de fuck Brainpower is. Hmm. Terwijl ze het veel dichterbij hadden kunnen brengen met meer meet and greet en samen opnemen. Hetzelfde met Unique, doet ook een feature met Nas, Hate Me Now. Ja. Ook Pro Tools Exchange via Sony weer. Weet je, dus ze doen het wel, maar ze doen het gewoon niet goed. Terwijl ze het wel goed zouden kunnen doen in principe. Want ze hebben alles en iedereen in huis om het internationaal goed neer te kunnen zetten. Ik denk alleen maar dat we wel kunnen zeggen dat... Maar jouw ambitie is niet hun ambitie ook. Snap je wat ik bedoel? Nou, dat vind ik... Nee. Ja, je hebt gelijk. Maar mijn ambitie zou wel hun ambitie moeten zijn als ze internationaal succesvol zouden willen zijn met iemand van eigen bodem. Mensen gaan gewoon hun werk om hun brood te verdienen. Voor de rest hebben geen affiniteit ermee. Dat betekent, daar zitten ze niet op de juiste plek eigenlijk. Maar dat is overal. Dat jij daar moeten zitten. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, als je bijvoorbeeld zegt met die naastplaten, was dat niet om naast de plaat in Europa nog sterker neer te zetten? Ging het niet meer om de promotie van naast dan om onze eigen mensen? Just saying, snap je? Dus dat is wel een ding. En kijk, het fijne van nu is dat door het internet en door social media kunnen we direct met mensen schakelen.
Dit is wel grappig. Er is een Oostenrijkse rapper. Ik kwam hem toevallig tegen, want ik volg E40 en Too Short. Dus als hun iets nieuws erop Spotify, komt het in mijn niks. Ik vind hem zo wack, E40. Oh my god. Ja. Hij is zo'n grote reus met zo'n klein hoofdje. Terwijl Too Short is de man, maar E40... En wat voor smaak heb jij, man? Frans, kom op, daar, man. Oh my god, man. E40, hou op, man. Ja, man. Het is het punt niet. Het punt wat ik probeer te maken is, er is een Oostenrijkse rapper. En die heeft allemaal liedjes die streamen 5.000, 10.000. Maar die heeft gewoon een featuring met Gucci Mane. Hij heeft The Game. Hij heeft E40. En hij heeft Too Short. Op allemaal verschillende songs. Dus ik weet niet... Weet je, hoe het geld daar wordt witgewassen? Of dat zijn vader nog een of andere nazi goudkluis had die op moest. Maar zeg maar, er is op dit moment een hele neppe rapper in Oostenrijk. En ik ben geen kenner van Duitse rap, maar ik had die shit gehoord. En ik hoor gewoon dat het tering nep is. Het is gewoon nep, het is niks. Weet je, en dus die gasten die moven gewoon voor money. Snap je? En dan denk ik van ja, weet je, dat kan. Maar is het dan... Het is niks, maar het gebeurt. En dat kan dus deze dagen, als je dus gewoon iemand erop zet... Maar zou jij dat niet doen? Kijk, Oostenrijk is voor de Amerikaan gewoon hutje putje ergens, weet ik veel. En dan komt één gast, ik wil jou 10.000 geven of zo, doe je even snel een 16. Hutje putje, niemand kent me daar, weet ik veel. Pak even snel 10.000, toch? Tuurlijk, maar ik denk dat er wel een verschil is, want... het komt nu wel in je... mensen zien het nu wel eerder. Het is niet een obscuur vinyltje waar er daar 1000 van gedrukt worden, weet je wel. Het is wel, het komt wel terug. Maar goed, als je een paar duizend, 10.000, 20.000 k voor een first krijgt, dan pen ik ook wel. Ik heb ze voor minder weggegeven. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is ook de belde! Dan moet je je voorstellen, Too Short en E40, die zijn alle twee de 50 gepasseerd. Die hebben alle twee meer dan 23 albums gemaakt. Die zijn nooit gestopt, dus voor hun is het ook, die doen het letterlijk tussen de eerste twee espresso's van de ochtend door. Sturen ze die protoschap naar Oostenrijk en klaar. Maar goed, ik word ook veel gevraagd voor versus. Voor mensen te gooien. Maar dan zeg ik altijd, stuur eerst het liedje maar. En ik wil dan nog niks horen van diegene. Als het liedje me aanspreekt, schrijf ik een verse, hoef ik er niet eens geld voor. Geef maar aan de achterkant gewoon de goede split. Dan maakt het niet uit. Maar als ik het niet dope vind, is er geen bedrag wat je me kan geven om op die plaat te springen. Er is wel een bedrag. Uiteindelijk is het, als iets fucking nep is, is het fucking nep. Ja. Dan heb je geen zin om erop te springen. True, man. Ja. Hey heren, de dag van vandaag. Even serieus. Ik kreeg die vraag. Je moet hem even schudden, Zie je? Ik wil juist niet te veel sterks erin. Oh, oké. Hey, Bon, ik denk dat je misschien ook een Tata-versie moet maken. Met een beetje wat minder sterke gember, hè? Hey. In the building! Yes, sir! Shit, ik ben kwijt wat ik wou zeggen. Je wou het over deze dag hebben. Nu, wat is er nu aan de gang? Oh ja. COVID-19. Praat met me Frans. Wij doen er niet aan mee. Want ik weet dat jij ook, weet je, ik wil je niet in je conspiracy ding soort van trekken. Maar weet je, we worden wel elke dag gewoon geconfronteerd met het opgelegd krijgen, weet je, geforceerd krijgen van vaccinatie. Ik ben er helemaal op tegen, persoonlijk. Ik neem hem ook niet. En ik wou even... Ik ben er niet op tegen. Ik kreeg die DM, zeg maar, weet je. Ik wil even jullie mening ervan over weten, over hoe sta jij tegenover... vaccinatie? Ik ben iemand... Ik ga misschien naar de dokter als er echt iets aan de hand is. Als ik een gekke uitslag op mijn rug heb of ik heb mijn arm uit de kom of wat dan ook. Dan ga ik naar de dokter. Yes. Voor de rest is... ik voel me altijd prima, snap je? Yes. Ik denk dat er ook een heel groot verschil is. Zeg maar, als je doet wat je moet doen in deze wereld, zoals ik op dit moment. Ik ben waar ik moet zijn, ik doe wat ik moet doen. Yes. En dan... heb je helemaal, en je bent eigen baas, we zijn allemaal eigen baas, snap je? Juist. Je bent aan het hosselen, je hebt geen eens tijd om ziek te zijn. Je hebt ook geen zin om ziek te zijn. Als ik denk, ik wil geen dag missen, want elke dag moet ik toffe shit doen. Snap je wat ik bedoel? Juist. En ik denk dat heel veel mensen zitten veel meer, die vinden het heerlijk om ziek te zijn, die vinden het heerlijk om te klagen, ze vinden het heerlijk om bang gemaakt te worden. En we hebben natuurlijk, kijk, afgelopen 2 jaar is er geen één talkshow geweest waar er niet een of OMT-lid in heeft gezeten om ons weer te vertellen hoe erg het allemaal weer is en hoe bang we moeten zijn en hoe vol de IC's liggen. Maar
ik kijk om me heen naar mijn eigen mensen en naar mijn familie. En met ons gaat het allemaal prima. En, yes. en in het begin dachten we van ja, je gaat zombies door de straten zien lopen. Mensen gaan neervallen en shit. Yes. Ik had ook mijn kruisboog klaar en alles. Ik was ready yes. to go. Ik was Tuurlijk. Zombie-apocalypse. We zaten er klaar voor. Yes. Maar je kan niet altijd maar met die kruisboog blijven zitten. Want er gebeurde gewoon helemaal niks. Weet je. En nu gaan ze weer extra kapjes, weer QR-code. Ik heb ook geen QR-code. Ik doe daar ook niet nee, aan mee. Nee, tuurlijk niet, man. Ik, misschien komt de tijd dat we straks weer als zwervers voor die supermarkt staan. Ja, kan je alsjeblieft voor mij voor 20 euro of dit, dit en dit gaan halen? Ja, ik weet het niet. Ja. Dus, maar nou, ik, dat denk ik niet, man. Dat denk ik niet. Ik ben positief. Sowieso ben ik ook, ik ben ook positief. Maar ik doe er niet aan mee. Ik geloof uiteindelijk dat dat wel goed komt. Ja? Ja, denk het wel. Het kan wel even duren, maar... Maar denk je niet dat zeg maar die hele QR-dingen en zo... dat het eigenlijk een deel is van een plan om ons allemaal nog controleerbaarder te maken? Dat kijk, gevoel het ding is ook, sowieso. We moeten ons geen illusies maken. We lopen de hele dag met die chip in ons hand. Ja, die nemen we overal mee naartoe. Zelfs als we naar het toilet gaan, gaan we even Netflix kijken. Whatever the fuck, snap je? Dit ding luistert maar, de hele dag af wat maar, je aan het Frans, doen bent. Frans, ik ga je eerlijk zeggen om even meteen even in te springen. Ik ben gewoon weer bij deze man. Ik ben gewoon weer bij deze. Geef, rust, in je, geef rust in je hoofd. Kan ik deze nemen dan? Of? Ja, ja die is gewoon eigenlijk voor alleen thuis. Okay, ja, ja. Ik heb de, weet je, gewoon de iPhone is gewoon voor thuis. Mm-hmm. Ja. Weet je, en kan je me niet bereiken, kan je me niet bereiken. Ik loop gewoon met dit, heb je mijn nummer, heb je mijn nummer, heb je hem niet, heb je hem niet. Ja, kijk, en het ding is, als je met die in de auto zit, ga je ook niet een of ander dom filmpje kijken, nee. waardoor je uit de bocht vliegt omdat je naar een of andere clown zat te kijken. Weet je? Dat gebeurt je nooit met een Nokia 3310. Nee. Nou, dat is het ook, maar... Ik denk dat wij net oud en wijs genoeg zijn om te zeggen, oké, vanaf een bepaald moment even die telefoon pleiten, even rusten je hoofd, wandelingetje in het bos. Maar die jonge kids zijn er zo mee opgegroeid, het ding zit verkleefd in hun hand, ze kunnen bijna niet meer zonder. Weet je. Dat vind ik wel Dat baart me soms wel zorgen, man. Hoe de toekomst... Zullen we een beetje het wordt zwaar. Het wordt zwaar voor de mensheid, lijkt het, om hiermee om te gaan. Snap je bedoel? Zullen we eens gewoon heel erg voorzichtig, een beetje dieper... proberen in te gaan op de materie van een phone. Hmm. Ja, het is natuurlijk een zwarte spiegel. En ik denk dat die telefoon, behalve dan als je een 3310 hebt, weet echt zoveel van je. Die telefoon weet hoe hard je rijdt, weet waar je naartoe gaat. Die telefoon weet eerder of je vreemd gaat dan je vrouw, hoor. Als je iemands data checkt, weet je, zelfs vroeger als je iets van iemand wilde weten, zich filmde, gingen ze vaandelzak van je pikken, toch? En ik kon ze checken, oké, ja, eet dit en als een vrouw staat menstrueren. Hey, je hebt geen vaandelzak meer nodig, je hoeft alleen maar iemand zijn e-mailbox en zijn social media. En, weet je? En dat is het gevaarlijke, dat ze steeds beter weten wie we zijn en dus, weet je, een marketingcampagne voor je kunnen maken. Heb je wel eens gehad, dat is helemaal eng, dat je ergens zelf zit te ouwehoeren. En dat het ineens in je timeline reclames dan komen voor ja, het eco. Constant, en, ja, toch. Dat soort ja, dingen. Dat is wel echt eng, denk ik. Maar dat is wat we zelf willen. Dat is wat ik bedoel. We willen het zelf. We zitten er zelf constant aan. We werken ermee. We zijn helemaal geïntegreerd ermee. Dus ja. We moeten ermee leven. Snap ik bedoel? We kunnen niet meer terug. Ik heb begrepen. Ik ga even de diepte even induiken. Ik heb begrepen dat... de materie waarmee zo'n phone wordt gemaakt, afkomstig is uit een bepaalde aardelaag waar zich andere wezens bevinden. Daar moet je met Frans over praten. Ja, ik. Nee, luister, nee, luister. Dat is echt Frans zijn specialiteit. Nee, luister, nee, luister. Want dit zijn geen uit de duim gezogen verhalen. Omdat de materie... heeft een bezieling altijd. Mm-hmm. En de materie is gekoppeld aan zijn, haar omgeving. Die ook een bezieling heeft. Betekent dat de materie waarmee de telefoon wordt gemaakt... gekoppeld zijn aan een groep djinns... die door middel van coderingen onze taal weten te decoderen... en via die weg met ons weten te communiceren. En wat communiceren ze dan? Na het bestuderen van ons gedrag, weten hun daarop te anticiperen. Mm-hmm. Dat is wat bedrijven doen, met dus, onze data. Maar waar krijgen ze die informatie vandaan? Door middel van de samenstelling die zich bevindt in jouw telefoon. Dus er vindt zich een communicatie plaats tussen jou als mens en een
groep djinn die zich bevindt in de eerste aardelaag van de aarde. Daarom als je gaat kijken naar zo'n plaatje, zo'n elektronisch printplaatje, zie je allemaal wegen zie je daar, met allemaal coderingen. Coderingen gekoppeld aan wat? We weten dat numerologie altijd gekoppeld is aan iets. Of het nou je huisnummer is, of het nou je telefoonnummer is, je postcode, je bloedgroep. Dus de codering van de printplaatjes is een wijze waarop wij eigenlijk via wat we verstaan onder technologie worden gemanipuleerd en beïnvloed. Dat het manipuleert en beïnvloedt, sowieso. En de wind heb je nodig om de berichten te versturen. Als er geen wind zou zijn, kan jij geen bericht sturen, bro. Wind? Ja, wind. De masten, alles is gebaseerd op wind. De wind brengt de berichten. Nee. 100% dat, zeker. Anders is er geen internet, anders is er geen wifi in de lucht. Nee. Vertel mij, Frans. Ja, wat ik heb gelezen is dat mensen denken dat er satellieten zijn en dat soort dingen. Maar je internetverkeer gaat gewoon over hele grote kabels die op de bodem van de oceaan. Het gaat nu heel diep gaan trouwens. Ik weet wat Frans gaat zeggen ongeveer. Nee, laat ik zeggen. Ik geloof niet dat ons internetverkeer door de lucht gaat. Want het wifi-punt hier in de Akhenaton, ja, er zit een kabel in. Die kabel gaat naar een KPN-kastje. Dat KPN-kastje gaat in de grond. Als ik jou een appje stuur en dat komt hier op de wifi binnen, dan wordt dat door 3 GPS-masten wordt het bij elkaar gebracht. En dan via die GPS-mast gaat het weer de grond in. Maar die hele structuur, structuur moet een duw krijgen. En die duw komt van de wind. Ja, nee. Oké, is goed. Geen probleem. We agree to disagree. We agree to disagree. Nee, ik denk, maar goed, we kunnen. Ik denk dat we het meer moeten houden bij het feit van, ik denk dat het heel verstandig is voor iedereen om lekker die 33-10 te halen. En dat je gewoon zegt vanaf vrijdagmiddag tot zondagavond ben ik gewoon 33-10, weet je. Dat je er een beetje balans in vindt. En inderdaad, zo'n code, hè? Ja, 33-10 is zo'n, die kennen we allemaal, weet je. Ja, toch? Vind je ook niet af en toe NBA kijk, dat het wel... Het liefst zou ik het internet uitschakelen, man, als de mijndag. Ja. Gewoon weer terug naar zonder internet. Dan gaan we meer papier gebruiken en dingen opschrijven. Maar ik zeg je eerlijk, de technologische ontwikkeling, zeg maar als je... Kijk, maar zou je ook nog bijvoorbeeld iets als internetbankieren niet willen hebben? Ja. Kijk, iets. Ik ja, wil je gewoon, weer terug gewoon naar cash geld, man. Grap. Ja, gewoon tuurlijk. Cash geld, man. Ja, man. Maar Peter ook gaat fucking geld, man. Ja, ik hoef je pas niet. Ik ben waar, gek man. Op cash geld. Maar ik vind het ook heerlijk als iemand een factuurtje stuurt. En met één druk op de knop dat factuurtje kan betalen. Een bom. Ja. Gewoon lekker een bom in je zak. Ik denk dat het stukje gemak juist ons in problemen brengt, bro. Ja, precies. En ik zeg je, de ontwikkeling de afgelopen 40 jaar is zo snel gegaan. Maar 40 jaar is zo kort. Ik bedoel, kijk, op een mensenleven is het wat. Maar in de mensen, geschiedenis van de mensheid is 40 jaar is een flits, is niks. Ja, bedoel, als je deze ontwikkeling, ik vind het geen mooie ontwikkeling. Maar, bedoel, het wordt meer robot. Alles wordt robot en systemen en registratie. Alles wat je doet, elke betaling is geregistreerd. Je kan niet meer, maar het wordt alleen maar meer, hè, dit proces. Kijk, het wordt niet meer, het gaat nooit meer afnemen. Wat ik echt nooit vind, meer. En ik wil er een paar dingen over zeggen, weet je, preventief, dan kunnen ze dit over 100 jaar nog eens terugdraaien en dat ze zeggen, kijk, hun wisten het al. die Zuckerberg van Facebook, wat ik sowieso een hele enge kerel vind. Ik vond die film hartstikke leuk, maar die film is niet hoe het echt is gegaan. In die film wordt hij gespeeld door een acteur. Dat is een leuke gozer om te zien. Die heeft een amicale kant. Dat vinden we leuk. En terecht, daar heeft hij op getraind. Ja. Maar de echte Zuckerberg is natuurlijk, dat is best wel een engert. En nu wordt dat Facebook, dat wordt Meta. Daar willen ze dus echt een wereld creëren dat je gewoon een bril opdoet en zoveel mogelijk daarin bent. En kijk, ik begrijp dat voor zo'n pannenkoek als Zuckerberg, hij gaat zichzelf, zeg maar, hij gaat toffer zijn in een nepwereld. Want hij is nep in de echte wereld. Snap je? Maar wij zijn dope in de echte wereld. Dus we zijn niet op zoek om dope te worden in een neppe wereld. Want we zijn dus dat is het verschil. Maar als je nu zoveel mensen gaat creëren zonder ruggengraat, mensen gaat creëren die alleen maar beïnvloed worden, die onzeker zijn. Zeg maar wat. Dat doet mij het meest pijn. En dat is wat het doet, snap je? En als niemand mag meer gekwetst worden. Hey, fuck you. Ja, precies. En letterlijk. Ja, echt. Ja, ja, ja. En ik denk van, kijk,
vroeger, ik werd niet per se gepest, maar wel geplaagd. Zijn je bedoel? Ja, en dan plaag je terug. Ja, maar je was een tatte met Quickie Bar, jongen. Ja, je had braids, man. Vaka, dus we moesten even wennen daaraan. Ja, maar daarvoor al. In de building! Oh, ik bedoel, je wordt niet gepest, maar je toch, mensen, ja. je zegt maar terug, je krijgt dikke huid. En zo leer je fout. Ja. Schram, je staat weer op en je fietst verder. Zijn je bedoel? En dan, maar je weet, als je fout doet pijn, maar je alsnog fietsen verder. Juist. En zo word je sterker, mentaal, fysiek. Zijn je bedoel? Juist. En nu lijkt het alsof dat allemaal niet meer mag. En iedereen moet beschermd worden. Ja. En niemand mag meer een dikke huid krijgen of zo. Juist. En ik weet niet, maar het lijkt alsof mensen niet meer volgroeid zijn of zo. Ik geef dit wel als voorbeeld. Ik moet trouwens, sorry hè. Ik moet ook zeggen. Man, weet je wat we gaan doen? Ja, heren, wacht even. We gaan er even tussenuit. We're gonna have a piss break. En we komen daarna weer terug bij de Doofpot, de podcast waar de straat met elkaar praat. In the building! Yes, we zijn er weer, dames en heren. Bij de podcast waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. Lange Frans in the building, DJ NBA, Sugarcane Triple OG. Je weet zelf of je weet helemaal niks. Heren! Wat een opluchting. Lekker, was dat even, hè? Ja, was even man, een opluchting. Ja, een beetje lichter, man. Hou op, man. Yes. Ja, dat ging. Waar waren we gebleven? Ja, gevoelig. De gevoeligheid van mensen, inderdaad. Ja. Aha. Ja. Nou, kijk, je hebt nu natuurlijk wel eens dat er worden dan wat lines van rappers worden in de media gegooid. En denk ik, nou, het is toch maar goed dat ze niet door de teksten van de straatremixers nog eens sausen, weet je. Want ik denk van heel veel dingen die gewoon vroeger konden, kunnen vandaag niet meer blijkbaar. Ze zijn gewoon te overgevoelig. Ja, echt. De hele wereld, man. De hele wereld raakt soort overgevoelig en iedereen moet... Ik heb er een complottheorie over. Uh-huh. Ik heb mezelf verzonnen. Deel. Ik denk dat het te maken heeft met pitloze druiven. Ja. Kijk, als je op een gegeven moment alleen maar pitloze druiven eet... Ja. Dan word je zelf ook een pitloze druif. Een kastdruif. Ja, zonder zaad. Juist. Begrijp je? Ja. En om te groeien... Onnatuurlijk. Ja, precies. En om te groeien moet je zaad hebben. Kijk, en we kunnen heel lang of kort praten, maar... Er zijn twee geslachten. Je bent of een man of een vrouw. Juist. Snap je? Juist. En, dit al zorgt als mensen... Oh, wat heeft hij gezegd? Wat? Dat kan niet. Wat? Juist. Non-binaire mensen. En die voelen zich helemaal hoten de boter. Hey, prima. Ja. Daar is de invalide toilet. Precies. Laten we niet te moeilijk erover. Maar weet je wat ik vind? Als de mannen toilet vol is, ga ik bij de vrouwen toilet pissen. 100%. Sorry vrouwen, maar ik ga niet... Zal je bedoelen? Ja. En dan kom je opgelucht eruit. Ja. En dan draai je die You Can Hate Me Now. Ja, je, ja, toch? Ja, gruwelijk. Ja, 100, tof, man. Snap je? Het is gewoon wc is een wc, man. Ik voor mij part gewoon één wc, man. Nu heb je drie wc's. Eentje voor vrouwen, eentje voor mannen, eentje voor non-binaire. Je toch eentje iemand voor die het niet weet. Die het niet weet, die geen geslacht heeft of zo. Ja, ik zweer je. Op de Zuidas, op kantoren, heb je gewoon drie wc's. Ja. Eentje zo met zo'n teken en zo. En dan heb je hun een soort nieuw tekentje. Maar ik vind degene die... Straks krijg je een vierde wc, dat komt wat steeds gekker. Onze generatie, denk ik, het best heeft samengevat, is Dave Chappelle geweest in zijn laatste show op Close, Netflix. Ja, sowieso. Heb je gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Bro. Hij maakt korte metten. En hij vertelt het hele genderneutrale verhaal aan de hand van een vriend, vriendin van hem, die zelf transgender was. Juist. En waar hij mee werkte. En dus hij vertelt het zo prachtig en hoort, zeg maar, je kan hem niet nokken op wat hij denkt en vindt, omdat hij een verhaal vertelt uit zijn eigen leven, weet je. Juist. Dat maakt het geniaal. En nou, dan zie je, er zijn er weer allemaal mensen aan het demonstreren voor het Netflix-gebouw in Amerika, en dan staat er één Amerikaan met een bord, er staat alleen maar op Dave is funny. Dat is gewoon wat er op het fucking bord staat. En dan staan er allemaal van die regenboogboze mensen zo voor hem. Nee, weet je, het is bizar. De wereld lijkt wel een soort van hele slechte theaterproductie aan het worden. Ja. Weet je, en de Joe Biden, de machtigste man op papier van deze wereld, die sukkelt overal in slaap en die geeft rare incoherente... Ja, nee, serieus, hij valt in slaap. Hij geeft rare, incoherente antwoorden. En ik weet, hij wilde heel lang president worden. En nu ben je het. Maar misschien is het toch tijd dat iemand tegen hem zegt van... Het gaat niet meer helemaal lekker. Dus wat dat betreft is het... Ja, als je van slecht theater houdt, zijn het mooie tijden om te leven. Maar wij als entertainers, wij willen een strakke show. Het kan ook komen dat we misschien van de hip-hop zijn en wij zijn diss tracks gewend. Jullie ook. Ja. Ik denk het niet. Ja. Fucker, langer. Yes. Was die brug mooi of was die brug mooi? Hij was heel mooi. Je hebt hem heel mooi ingeslagen, bro. Toch? Ja. Wat dat betreft, waar was het begonnen, Frans? Dat moet jij zo vertellen. Jou, in mijn optiek was het gewoon... Wij gingen op een gegeven moment gewoon wel echt super lekker.
Mm-hmm. En ik denk dat voor jou ergens het wrok zat wat je net zei van dat er veel lukte, maar voor jullie niet. Ja. Dat was mijn idee. Oh nee, totaal niet. Oh. wacht even, ik ga eventjes teruggraven. Wat ik had begrepen, jij wou een remix doen van het Land van. Je wou een remix doen. Ja. Met allemaal gasten. Echt ja. Een portie van 20 man of zo. En je noemde mijn naam ook op. Die je wou benaderen voor die remix. Ergens ontstond er, denk ik, binnen in mijn kamp een vermoeden dat jij naar mij uithaalde. Ja. Ik. Oh, die kind van 30 lijn. Ik weet het niet eens. Ja. Dat is ik het weet het niet eens. Wat is die lijn? Wat is die lijn? Kom uit het land waar hip-hop een kind van 30 is. En dan, ja, dat is hem eigenlijk al. Okay. Dat was het volgens mij niet eens. Het was een of andere lijn. En mijn kamp, mijn generatie had zo'n gevoel van, hoe dan? Want wij vonden dat jij dan geen respect gaf aan de gasten die voor jou aan het knokken waren geweest. Je moest toch wel gek dat je die lijn niet kan noemen. Nee, maar omdat, kijk, maar weet je wat het is, bro? We zijn inmiddels, hoeveel jaar verder? Ja, 18 jaar verder, bro? Land van was CDS, maar het grappig was, dit is wel leuk. Toen ik het Land van opnam, was hier in cruise control. Het was een mooie zomerdag. Dus ik denk, ik loop. Weet je, ik ben vaker gewoon wandel. En dus ik ging over de verbaalstel. Ik denk, ja, kijken wie we tegenkomen. En inderdaad, jij staat daar in je Escalade. En toen was het Land van nog op een beat. Was een soort Fabulous-achtige beat. George had een soort beat getikt. Juist. Jij bent de eerste motherfucker die die plaat hebt gehoord. Want juist. Ik kwam jou tegen en ik liet je de shit horen. Ik zei, dit heb ik net gemaakt. Misschien, snap je zo, dat weet ik juist. Nog. En daarom, je wou daar een remix van maken. En dat was nog allemaal goed daar. Ik weet gewoon dat er op een gegeven moment, er viel een line van jou. En die viel zo verkeerd in de kamp. Dat eigenlijk, ik werd meteen een soort van agressief daarop. Ja. Heel erg agressief. Ja. En toen begon ik dingen te uit van, hey, wacht, als ik die man zie, dan dit is zo. Wat wie de fuck denkt hij wel dat hij is? En toen werd ik gebeld door DJ Know-How. Hij zegt, hey Kane, wij horen dat jij die lange zoekt. Kane, we gaan way back. Laat die Tory zitten, want het gaat volgens mij helemaal nergens over. Wat is nou precies aan de hand? Ik zeg, ja, Iwan, die man, dit is zo, die man heeft dit en dat gezegd, maar dat kan toch niet, man, bro? Je weet toch, hij moet respect hebben voor de OG's van de straat, man. What the fuck, man? Wat doet die man? Op wat zit die man? Dat die man dat soort dingen bos, man. Ja. Hij zegt, ja, nee, maar wij van het label, we vinden, zouden het echt appreciëren, Kane. Je weet toch, als je dat ding gewoon zou laten, gewoon nu, want, weet je, het veroorzaakt gewoon heel veel turbulentie en wrijving en het is gewoon onnodig. En toen hoorde ik ook nog dat Romeo ook nog erbij werd getrokken en zo, weet je. Toen werd ik nog giftiger eigenlijk. Omdat Romeo, ik had al een soort dingetje met hem ooit eens daarvoor. Dus toen dacht ik, en nu is het moment dat ik je op je bek ga slaan en ik ga je zo hard trappen. Romeo, hè? Wie is Romeo? Die beveiliger. Er was een beveiliger, een soort portier uitsmijten steeds. En ik hoorde dat hij er nu zich mee ging bemoeien om, zeg maar, voor jou te staan, zodat ik bijvoorbeeld geen confrontatie met jou had kunnen komen. Meo. Oh, ja, Meo. Toen werd ik zo giftig, bro. Toen dacht ik, nu gaat alles en iedereen neer. Sorry, man. En dat ding werd, zeg maar, een soort van bosbrand van de straat. Ik denk toch dat het die lijn is geweest. Ik ga hem even helemaal bijhalen. Haal hem eventjes erbij, gehad. Het moet toch niet. Ik kan het me niet voorstellen. Meo is wel legend, man. Ja, niet in mijn wereld. Maar, weet het nou. Het is niet het Land van, bro. Niet? Nee, niet. Okay. Nee. En toen daarna, dus, maar toen kwam er een soort van wrijving. En ik wou je gewoon zoeken. Ik wou je gewoon een paar tikken geven. Want ik denk van, je bent gewoon disrespectful, klopt, bro. Ik weet dat. Snap je? Ja, weet je. Dus, ik wist dat ook. Snap je? En eigenlijk ontstond er daardoor een bepaalde wrijving. En jij werd natuurlijk ook opgepompt. En natuurlijk ook, ja, je moest ook een soort van iets doen, iets laten zien of whatsoever. En toen had je weer een track gedropt of zo, weet je. En toen had ik een respons daarop gedaan. Maar wat was die trigger van die opname? Die trigger van die opname? Ja, voor die diss track. Wat was die trigger? Oké, nu ga ik die
Dat was die track waar je zoiets zegt van ben ik zo oud als jou is mijn tweede huis in Spanje. Ah! Yes! Ja, 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 ja. In the building! Ja, ja, ja. En toen zei ik van... Ja, ja, klopt. Nou, hij is nog steeds niet klaar, hoor. Ja, ja echt, hè, zie, hij is zo zierbaar. Maar dat kon ik je toen ook al vertellen. Hoor. Die zag ik al aankomen. Ja, toch, gaaf. Dus toen, weet je, toen ging ik er ook weer in, weet je. Snap ik? Bedoel, ja, maar dat was op de respons, want dat was op Stem van de Straat. Ja. Ja, man, bro. Dat was na die track die jij had gegooid. 100.000%. Dat ik ben dat soort dingen gaan zeggen nadat jij die track had gegooid. Nee. Ik heb die respons op die track gedaan, bro. Want ik was helemaal niet bezig voor de rest om te dissen. Want kijk, weet je, het is... Nederlandstalig is sowieso niet mijn core goal in life. Mm. Ik doe dat er gewoon erbij als ik me vrolijk voel genoeg, je weet, om een first goal te doen. Je weet toch, maar het is niet dat ik ga zitten en ik denk van, hé, ik ga echt een... Ik vind het wel mooi dat het toch eruit is gekomen. Kijk, want zeg maar, het is hetzelfde bij Yuki B, weet ik, dat Kees volgens mij ooit had gezegd van... door Negga had hij toen die district geschreven, toch? Kan je nog herinneren? Ja. Het was ook iets van, hij schreef niet veel tracks, maar nu had hij weer... Vuur was weer vuur aan. Om ja, ja, maar dat was bij mij niet zo. Want waarom? Ik ben sowieso van aard geen Nederlandstalige rapper. Ik kan het wel als het moet, maar ik ben het niet van aard. Ik ben een Engelstalige rapper. Jouw rap denken gaat altijd in het Engels. Het is van oudsher nooit in het Nederlands. Snap je? Mijn ding is altijd veel meer Nederlands denken geweest. Juist. Op die manier. Ja. Mm-hmm. Dus toen jij dat dropte, wat zei ik toen? Uitgerekte tuinslang, luister goed. Ervaar wat me fluister in het duister doet. Achtervolging, angst, straten die je insluiten. Weet ik veel. Nog iets. Ik weet het allemaal niet meer, gaaf. Yeah. Maar ik ging toen, ik dropte toen gewoon lines op jou. Dacht ik, fuck jou, maar je bent niet goed bij je hoofd. En ik bleef je maar zoeken in die escalade. Ik bleef je maar zoeken en ik kon je niet vinden. En ik werd helemaal panoos gewoon. Ja. En toen had ik die 1-1 bar staan, had ik nog de line gegooid. Kijk nog steeds achterom of ik Ken en Unique zie. Want juist. Toen ging het nog een beetje heen en weer. Ja, 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 ja. Het waren mooie tijden. En weet je wat het is, bro? Uiteindelijk, weet toch, ben ik hem nooit tegengekomen. Mm. Maar waar komen we elkaar wel tegen? Bij familiefeestje van een nichtje. Ja. Begrijp je? Dus nu zit ik zo. Je hebt toch zit naar hem te kijken. Hij is met Gladys Grace, toch? Je hebt toch sinds zijn ze uitgenodigd op verjaardag van Rachel. En dan zitten we daar, weet je. En ik zit zo daar te kijken. Weet je. Ik van ja, weet wat je. Gaan we doen? En ik zie mijn moeder daar zitten. Ik denk, nee, maar laat me zitten, maar gaat. Je weet toch? Ik denk van laat die hele tory achter me zitten. Maar, het was goed dat we elkaar voor dat ik jou tegenkwam op een familiefeestje. 100%, bro. Ja, dus, maar zo zie je maar eigenlijk gewoon hoe snel, je weet toch, iets kan escaleren vanuit niets naar iets zomaar, bam. Ja, je weet maar toch nu zitten we ook hier. Maar dat vind ik het mooiste nog. En dat vind ik het toffe. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, en dat vond ik ook, kijk, we zitten nu in een tijd dat, zeg maar, mensen maken nu soms muziek met elkaar terwijl ze elkaar helemaal niet mogen. Weet je, dat vind ik raar, maar dat gebeurt nu, zeg maar, veel. Aan de andere kant, ik denk dat dat toch gezonder is dan zeg maar altijd de beef to the streets, snap je? Dat als we, weet je, alleen maar weer gezien worden als die vechtende straatschooiers, wordt het lastiger om door die volgende deur te gaan met z'n allen. Maar diss-tracks blijven heerlijk. Diss-tracks zijn shit. Ik vind het geweldig, man. Als iemand... Hey, toch? En kijk, kan ook stel je grote bek heb ik nooit begrepen. Al gooi je handen op, nog steeds ben ik te hoog gegrepen. Dat kan ik me nog herinneren. Ik, weet je, allemaal live schieten nu eventjes gewoon te binnen, weet je. Welk had je op bergen gegooid, Pik? Die stem van de straat moet ik er even bij pakken. Ja, want ik moet ze uit mijn hoofd plukken. Ja, mijn hoofd werkt niet meer, man. Ik moet een iPad hebben met optredens. Hoor. Ik heb meer dan 4000 verses. Op een gegeven moment weet je het gewoon niet. Tuurlijk, dit is een track die je niet echt vaak, die ik niet vaak speel. Tuurlijk nee. Nooit. Ik dacht, daar begin je show mee toch? Ja. Ja? Gooi songteksten.nl. Dankjewel. Even kijken hoor. Gruwelijk.
Nou, wacht eens even. Je bent gesnitst door die boy die je clipjes draait. Dat je bij je moeder woont, de veelste jonge chickies snijdt. Dus neem me nu niet kwalijk dat ik klippen draai. Uitgevonden ben verweten net een witte haai. Ik doe geen zaken met een goudvis. Mijn bestaansrecht is dat ik lauw spit. Ijskoud, bitch, dat is hij inderdaad. Kom als geroepen, ben de stem van de straat. Ja, dat soort shit. en dan kom ik weer een beetje lange darm, je hebt een kookprobleem. Wist je dan niet dat je indirect kookt bij Kane? Ja, nee, jij bent niet mijn gelijke. En ondanks voor show, allemaal hasses bleef zeiken. Ja. Voor de track op die tape van NBA. Ik zei nee, daar associeer ik mijn stem niet mee. Ja, toch. Man. In de building! Ja, man. Ken die quote? Zal ik die quote van 50? Zal ik daar ook nog een stukje? Ja, want je... Gruwelijk, maar bro. Oké, de versus. Hey, maar dit was gewoon even de... Ja, dit was de versus van toen, man, bro. Ja. Ik moet wel zeggen, ik kan me wel voorstellen dat jij en jouw generatie moeten genoten hebben van KRS tegen Big Daddy Kane. Oh, serieus, man, bro. Ik denk dat een hele toffe... Kijk, ik kan me voorstellen dat de traantjes gepinkt zijn. Ik had eigenlijk gewild dat Big Daddy Kane had gewonnen, eerlijk gezegd. Ja. Maar het is niet echt een winnaar of verliezer. Nee, het was ja, een heel dope show. Maar kijk, weet je waarom? Omdat bijvoorbeeld KRS-One, hij schreeuwt. Mm-hmm. Maar Big Daddy Kane was stabiel. Je weet, was gewoon stabiel. Hij bleef gewoon al die lyrics. Let it roll, get ball, cause I just can't hold back the phone, cause I'm a man with soul. Like controlling the facts of what the heck, rock the disco. Oh, ik werd helemaal lap toen die set off kwam, hè. Ja, maar KRS-One, je weet toch, hij schreeuwt drie woorden en dan... Het woord wat rijmt, dat laat hij open. Klopt. Spring die woorden daarvoor over en doe dat de woord waar je op gaat rijmen. Weet je, maar laat dat niet over aan het publiek de hele tijd. Klopt. Even, of misschien even, maar hij deed het te lang. Hij deed het te veel, te vaak. En dat vond ik jammer, man. Ja. Maar zijn tracks hadden wel weer meer impact, zeg maar. Gewoon wanneer zijn... Ja, man. Snap je wat ik bedoel? Ja en nee. Dus zeg maar, qua technisch vond ik Big Daddy Kane sterker. Dus sterker. Hem hoorde je, hoorde gewoon ieder woord. Ja. Hij zei ook ieder woord. Echt een professional. Echt een professional. Maar die tracks, maar dat is ook iets persoonlijks, maar. Juist. Die tracks maar het KRS, is, het is mooi dat het kan, weet je. Dipset tegen Lox was ook fantastisch. Ja, ik vond Snoop tegen DMX, vond ik ook. Het geluid was alleen nog bagger toen. En je weet dat hij me een shout-out gaf, hè, DMX, hè? Shout-out to my nigga Sugar Kane. Ja, man. Hard. Want ik stuurde DM's, weet je, naar zijn management. En die hebben waarschijnlijk iets op die bord gezet van... Yo, shout-out Sugarcane. Shout-out to my nigga Sugarcane. Bam. Dus dan weten jullie, ik heb een shout-out van DMX bij die versus battle. Nogal. Rest in peace, man. 100% man. Heren, wat doen jullie de dag van vandaag, man? We gaan in januari, hebben we net besproken, gaan we even aan mijn album werken. Gruwelijk. Van het nieuwe jaar. Ik kom net uit twee dagen schrijverskamp van Mart Hoogkamer. Dat is de jongen die, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ken ik die taste, man? Ken je die niet? Nee. Het is de hele zomer nummer 1 geweest in de top 40. Wauw, oké, nagaan waar ik dan ben met mijn hoofd, dat ik dat niet eens hoor. Het is oké, je bent niet de doelgroep. In de building! Dus daar ben ik liedjes voor aan het schrijven en ik zit veel in de studio. En shows beginnen weer een klein beetje op gang te komen. Ik heb godzijdank heel veel vaste privéklanten ook, die mij altijd op hun verjaardagen, bruiloft, de bar mitzwa's. Ah, en overal voor te boeken willen hebben. En dat is leuk, dat begint allemaal weer een beetje. Dope. Ze prefereren het woord reizigers, Michiel. En jij, man, wat doe jij maar nu, man, bro? Gewoon lekker draaien en genieten van het leven, man. Ja, hè? Ja, simpel, kort, man. Dat is het, man. Ja, hè? Ik ben gewoon altijd met muziek bezig, man. Dat is gewoon, muziek is mijn passie en ik doe gewoon wat ik leuk vind, man. Dus ik ben gewoon altijd aan het draaien. Ik draai nog steeds. En ik denk dat ik gewoon als 70-jarige DJ, als ik zo oud mag worden, toch nog steeds gewoon... Je ding gaat door. Ja, maar sowieso, man. Nou, dat wilde ik ook nog even toevoegen, waarom het zo... knap is dat jij kan wat je kan en doet wat je doet. Ik heb ook wel eens... kijk, DJ'en is niet hetzelfde als op een afterparty zijn en zeg maar jouw telefoon op de Bluetooth hebben aangesloten. Het is niet hetzelfde. Nee. Als je echt voor een zaal staat en je ziet zeg maar de hele zaal bewegen als een massa of niet, weet je. Juist. Ik moest één keer één plaatje draaien in Paradiso. En dan moest ik er twee achter elkaar doen en dan had ik al gezegd van nou, ik stop gewoon de ene met een backspin en dan ga ik de andere aanzetten. Ik was echt bang. En normaal ben ik echt niet bang om op een podium te stappen. Nee. Maar toen ik dat moest doen, zo ver uit mijn comfortzone, weet je. Ja. En dat is, echt, hè? Dan moet je echt, gewoon respect voor dat. Dank je wel. Maar hetzelfde met jullie, denk toch? Ik zou ook niet in één uur lang kunnen freestylen of zo. Snap je bedoel? Ja, dat gaat ook niet werken. Dus. Dat is waar je op geoefend hebt, toch? Ja, de jongens. Heren, we gaan eruit.
zoals hoe het is daar gekomen. En willen jullie nog een shout-out geven? Frans, wil je nog een shout-out geven? Kleine shout-out. Michiel brengt Amsterdam en mijn naam is Lange Frans. We hebben gesproken over Extinction Brain, maar deze shout-out gaat uit naar Sugar Kane. Love, love, love. Love in the building, love in the club. Love, we geven het op, we doen het hier in de Akhenaton. Een plek waar het voor heel veel mensen 20.000 jaren hier begon. Spinnen op je hoofd, spinnen op je reet. Spin je lekker met me mee als je het nog weet. Hey, ik ben eruit. Yes man, in the building man, yes! DJ NBA, wil je nog een shout-out geven? Shout-out naar mijn kids, shout-out naar jullie. Aha. En dat was het man. Ja? Ik ben simpel man. Simpel? Ja man. Wow. Ik wil een shout-out geven aan... Nee, wat? Shout-out naar alle Amsterdammers. Ja, oké, dan. Man. Ah, maar we kunnen die mannen van Rotterdam toch niet buiten sluiten, toch? En Den Haag en Utrecht, ik iedereen. Ik hou ook van hun, maar shout-out naar mijn Amsterdammers. Oké, dan. Amsterdam. Is goed, Gabi. In de building! Ik wil een shout-out geven aan mijn homegirl, Jordaira. We got you, girl. Ik wil een shout-out geven aan mijn boy Benito. Born Gember in the building. Ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine. Arius, salute. We in the building. Ik wil een shout-out geven aan mijn boy Martijn. André van Akhenaton, Akhenaton zelf. Mijn peoples van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, all over the land of the Dutch. Boogie cannot be touched. Het is je triple OG, Sugarcane. Shout-out naar Now and Never Records. Shout-out naar Lange Frans. Shout-out naar Bas B. Shout-out naar DJ NBA. En iedereen die kijkt, man, we love you. We got you. Love. Urs. Uitzending wordt, dan weet ik het ook. Ja, toch? Dat is gewoon top. Ja, toch, grap? Kijken. Ja, toch? Tuurlijk, ik ga zelf ook kijken, man. Yes, man. Ik was eigenlijk nog geil, man. Ik wou eigenlijk nog een paar bars eroverheen gooien, jongen. Love, man. A 1-2-1-2, a 3-4-5-6. Boogie the type of nigga to pop 4-5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad things beat more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Brah!